Zo doen we. Vier vragen om uitleg en dan een regeling van de werkzaamheden. En daarop spreken we af hoe we dan het advies aanpakken over dat inkanteringsdecreet in het gemeentefonds. En vanmiddag hoorzitting, collega. Dank u wel, voorzitter. Maar misschien is het iets om te bespreken in de regeling van de werkzaamheden. Maar wij zouden eigenlijk graag hebben, of dat kan, dat de regeling van de werkzaamheden in het begin van de commissie zou vallen in de toekomst. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar misschien moeten we het ook bespreken nu in de regeling van de werkzaamheden. Allee, na de vragen. Want ik was aan het zeggen, dat is een goed standpunt van degenen die op tijd zijn. Dat is het eigenlijk. Bij ons was zoiets van, dit was op het einde van de commissie, is er niet zoveel volk meer aanwezig. En, maar, ja, kijk. Maar we kunnen het misschien straks in de regeling van de werkzaamheden bespreken. Goed. Het is niet voor nu. Laten we straks kijken, dan okay, de minister is hier nu, laat ons de vragen behandelen. Okay, ik heb vermoeden dat er een technisch probleem is met opnames in deze zaal. Dat het riskant is om er nu onmiddellijk mee te beginnen. Moeten we even wachten, als dat al gezegd? Mogen we even wachten? Er schijnt een probleem te zijn met de opname aan de opnameapparatuur. De traditie is dat tradities zijn er natuurlijk niet altijd om gerespecteerd te zijn, maar, of te worden, maar als de minister natuurlijk om 10 uur komt, dat je natuurlijk kunt beginnen met het werk, alleen dat je de vraag kunt stellen aan de minister en interpellaties kunt behandelen, dat is de logica. Hè? En daarom staat de regeling normaal van achter. Maar wie ben ik, hè? En het is waar dat we, als we dan lange zittingen hebben, dan kalft de aanwezigheid af en... Maar voor mij, ik ben daar niet formalistisch in, dat merk je wel. Hè. Ik bedoel, voor mij, als er iets is rond de regeling, kan dat gelijk wanneer aan de orde gebracht worden. Het is ook zo dat men altijd werkzaamheden mag regelen. Je mocht dat altijd regelen. Ja, dus. Maar we wachten nog even op de opnameapparatuur. Ja, maar dus, nu kunnen we al werkzaamheden regelen. Dan wordt het... Er is een duim omhoog, dus we kunnen starten, collega's. Ja. En dan beginnen we met de vraag van Tine Suns aan de minister over het recht op spelen. Mevrouw Suns, alsjeblieft. Dank u, voorzitter. Collega's, meneer de minister, op 19 maart vond de ronde tafel goed gespeeld plaats. En tijdens de ronde tafel gingen verschillende beleidsmakers en experten in debat over spelen, over ruimte voor spelen, over het recht op spelen en hoe ver dat gaat. Een vraag was bijvoorbeeld, zijn spelende kinderen geluidsoverlast. Het charter van Goed Gespeeld omvat 8 punten waarmee ze het recht op spelen in Vlaanderen willen verbeteren. Het gaat van de mogelijkheid van alle kinderen om te kunnen spelen over spelen is geen overlast tot het rekening houden met de impact op kinderen en jongeren bij elke beleidsmaatregel. De initiatiefnemers willen hiermee een positief speelklimaat garanderen. In het internationaal verdrag in zaken de rechten van het kind staat duidelijk vermeld dat kinderen het recht hebben om te spelen. In artikel 31 lezen we: elk kind heeft het recht op rust en vrije tijd, op deelname aan het spel en het culturele en artistieke leven. En ook de Vlaamse Jeugdraad beveelt aan om werk te maken van speelruimte voor jeugd en het recht op spelen. In hun advies op het eindverslag van het Vlaams Jeugdbeleidsplan lazen we het volgende. Er is de laatste jaren sterk werk geleverd rond speelruimte voor kinderen en jongeren. Toch zien we dat het spelende kind in de samenleving onder druk blijft staan, vooral wanneer het gaat over speelruimte en de allerkleinsten. En hoewel peuters en kleuters in OD 8.4 van het VEBP als nieuw aandachtspunt naar voren geschoven werd,
In de verdere sensibilisering over dit onderwerp is deze focus niet weerhouden. We blijven vragen om meer en versterkte aandacht binnen de beleidsdomeinen ruimte, mobiliteit en onderwijs om de speelkansen van kinderen en jongeren te verhogen, in het bijzonder voor de allerkleinsten. En die allerkleinsten zijn uiteraard de meest kwetsbare groep, zowel op psychologisch als op fysiek vlak. En zij verdienen dus extra aandacht. Daarom heb ik de volgende vragen voor u. Bent u van plan initiatieven te nemen om dit recht op spelen extra in de kijker te zetten? Zal u hierover uiteraard overleg plegen met uw collega's voor ruimte, mobiliteit en onderwijs? En wordt er hierbij ook aandacht besteed aan de ontwikkelingskansen van kinderen en in het bijzonder kinderen onder de 6 jaar? En plant u initiatieven om meer rechtszekerheid te garanderen voor het recht op spelen? Ik dank u alvast voor uw antwoord. Collega's, mevrouw Van Nietvallen. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik dank ook de collega voor de interessante vraagstelling. Ze heeft ook een deel van het advies van de Vlaamse Jeugdraad over jeugdruimte aangehaald. En inderdaad, lees ik ook daar de aanbeveling om overleg te hebben met de collega's van ruimte, mobiliteit en onderwijs om toch de speelkansen van jongeren onder de 6 jaar toegankelijk te maken en te verhogen. Dus daarnaast besteedt het advies ook aandacht aan medegebruik van bijvoorbeeld de onderwijsinfrastructuur. Ik heb dat ook al eens gesuggereerd in een vorige bespreking. Wij ondersteunen absoluut de vraag van collega Soens om speelruimte en het recht op spelen dat we heel belangrijk vinden voor onze fractie en dat we ook een heel belangrijk aandachtspunt vinden. Ik meen dat tijdens de vorige legislatuur ondertekende onze fractie ook de resolutie rond spelende kinderen. Dus we hebben daar in het verleden ook al een en ander rond gedaan. Maar zoals u zelf ook aanhaalt in de beleidsnota van de minister, hebben jongeren ruimte nodig om te spelen, om te verkennen, om te experimenteren en ook zelfs gewoon om rond te hangen. Dus ik denk dat we in plannen, projecten, initiatieven de impact op kinderen en jongeren niet mogen vergeten. Dus daarom dat ik ook de vraag steun om inderdaad in overleg met andere bevoegde collega's te zien hoe we de ruimte voor kinderen en jongeren kunnen creëren bij initiatieven die we eigenlijk van op het Vlaams niveau nemen. Nu, ik heb recent ook een schriftelijke vraag gesteld over de speelzones en de speelbossen. En dat vind ik een heel goed initiatief dat ook resultaten kan voorleggen, waardoor dat bossen opengesteld worden voor kinderen en jongeren. Maar daar zien we bijvoorbeeld wel een groot verschil tussen de verschillende provincies. En ja, kinderen in West-Vlaanderen... Wat hebben zij aan talrijke speelbossen en zones in Antwerpen en Limburg? Los van wanneer dat ze daar op kamp gaan, uiteraard. Maar we verwachten ook van de minister van Jeugd dat hij bij zijn andere collega's erop aandringt om oog te hebben voor de behoeften en de belangen van kinderen. Dat is de rol als spelverdeler. En ik denk ook dat de minister die bekommernis absoluut deelt. Daarom heb ik nog een specifieke vraag voor u, meneer de minister. Graag vraag ik... of u over de brede thematiek van speelruimte voor kinderen reeds van gedachten gewisseld hebt met uw collega's, of dat daar al een overleg geweest is, en welke initiatieven u concreet daar rond nog zou nemen. Ja, meneer de minister. Dank u wel. Ik draag, dat weet u hopelijk, het recht op spelen een warm hart toe. En dat staat buiten kijf. En ik weet dat kinderen ook gewoon het recht hebben om te spelen. Los daarvan ben ik mij inderdaad ook ten volle van bewust dat het VN-Kinderrechtencomité in 2010 een opmerking maakte over het bedreigde recht op spelen voor een aantal doelgroepen. En ik lees nog even de passage voor. Het comité vraagt de lidstaat met aandrang, meer inspanningen te leveren om het recht van alle kinderen op rust en vrije tijdsbesteding te verzekeren, te waarborgen dat ze kunnen deelnemen aan spel- en vrije tijdsbesteding aangepast aan hun leeftijd, en vrij kunnen deelnemen aan het culturele leven en kunstactiviteiten en dat kinderen ten volle betrokken worden bij het besluitvormingsproces in dit kader. Het comité roept de lidstaten in het bijzonder op ervoor te zorgen dat kinderen in opvangcentra, kinderen met een handicap en kinderen onder psychiatrische begeleiding gepaste en toegankelijke speelruimtes tot hun beschikking krijgen waar ze kunnen spelen en vrije tijdsactiviteiten kunnen beoefenen. Het comité dringt er voorts bij de lidstaten op aan om achtergestelde gezinnen de noodzakelijke middelen te geven om hun kinderen de kans te bieden ten volle hun rechten uit te oefenen in overeenstemming met artikel 31 van het verdrag. Tot zover de aanbeveling. Of in elk geval de indringende aanbeveling. Er is al veel gebeurd, niet minst door de jeugdsector zelf. De ondersteuning van de jeugdverenigingen vormt dan ook de kern van mijn jeugdbeleid. Vele van hen geven zeer concreet invulling aan het voorzien van een goede vrije tijdsbesteding en spelen vormt daarbij een cruciaal ingrediënt.
U noemt zelf verder terecht de campagne Goed Gespeeld. En er is de buitenspeeldag die dit jaar al voor de 8e keer werd georganiseerd. Ook de allerkleinste worden daarbij niet vergeten. De meeste gemeenten voorzien een spelaanbod voor 3- tot 6-jarigen. Bovendien was de speelpleinsector voortrekker om de leeftijdsgrens voor het jeugdwerk te verlagen tot de 3-jarigen. En de sector heeft daarbij ook ondertussen heel wat know-how ontwikkeld. Excuseer. In de beleidsnood jeugd heb ik me ook voorgenomen om werk te maken van ontmoetingsplekken voor jongeren, niet alleen onderling, maar ook intergenerationeel. Er moet voldoende publieke ruimte zijn die toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, plekken die uitnodigen om te spelen, te bewegen en te ontmoeten. Bij de voorbereiding van het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019, het JKP, dat principieel werd goedgekeurd op de Vlaamse regering op 22 mei jongstleden, zoals u weet, en waarover de sectorale adviesraden, de Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat momenteel beraadslagen, hebben we inderdaad overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen ruimte, mobiliteit, onderwijs, maar ook sport, toerisme, armoede, leefmilieu, natuur. Ook met kind en gezin, toch wel de expert met betrekking tot wat men dan blijkbaar early childhood noemt, want daarover ging het in de operationele doelstelling 8.4 van het vorige jeugdbeleidsplan, is intens overleg geweest. Als u mij vraagt om verder aandacht te besteden aan speelruimte voor de allerkleinste, dan verwijs ik u even wel door naar hen en collega Van Deurzen. Maar het is dus wel degelijk de bedoeling om in het JKP al die dingen samen op te nemen in een gezamenlijk engagement met ook duidelijk de bevoegde minister binnen een globaal kader die de nodige acties ook op het terrein zal ontplooien. Zoals eerder vermeld, vroeg ik mijn collega's ministers om zelf projecten en processen in te voegen die uitvoering zullen geven aan het voorbereide doelstellingenkader voor het nieuwe JKP. En het recht op spelen komt vooral aan bod onder de strategische doelen armoede, jong zijn en ruimte. Er is een operationele doelstelling 1.2, namelijk elk kind en elke jongere kan kiezen voor een zinvolle vrije tijdsbesteding op eigen maat, met het oog op sociale ontplooiing en mentale ruimte. En daarmee proberen we tegemoet te komen aan de slotbeschouwing van het VN-comité en er alvast voor te zorgen dat ook kinderen uit achtergestelde gezinnen kunnen spelen. Wanneer ik zie hoeveel acties hieronder werden geschoven, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we een verschil gaan merken. Onder de strategische doelstelling 3, jong zijn, worden acties vooropgesteld die zullen zorgen voor meer ontmoetingsmogelijkheden, inclusief speelmogelijkheden, operationele doelstelling 3.1, en die de troeven van jong zijn, inclusief spelen, voor de samenleving in de kijker zullen zetten, operationele doelstelling 3.2. En die maken dat reglementeringen niet langer de creativiteit en initiatief van kinderen en jongeren en hun organisaties belemmeren, operationele doelstelling 3.3. In de algemene commentaar 17, nummer 17 van 17 april 2013 over het recht van kinderen op vrije tijdsbesteding, artikel 31, legt het kinderrechtencomité het verband tussen het niet naleven van artikel 27, zoals onaangepaste levensstandaard, onveilige en overbevolkte woonomstandigheden en de gevolgen voor het recht op vrije tijd. Bij het beleid inzake huisvesting en ruimtelijke ordening moet dus rekening gehouden worden met het recht van kinderen op vrije tijdsbesteding. In het bijzonder voor degenen die in eigen huis geen mogelijkheden hebben om te spelen of zich te ontspannen. Het strategische doelruimte van het nieuwe JKP verwoordt het centrale streven om de beperkte ruimte die er is, zo groot mogelijk en zo goed mogelijk bruikbaar door kinderen en jongeren te maken. Dit door volop in te zetten door medegebruik. Deze doelstelling wil tegemoetkomen aan het recht op spel en vrije tijd, het recht op een gezonde ontwikkeling en het recht om gehoord te worden uit het verdrag voor de rechten van het kind. En ik wijs in dit verband ook op het antwoord dat collega Krivits nog net op een schriftelijke vraag heeft aangegeven. Zij stelt daarbij bijvoorbeeld dat Agion op sensibilisering en informatieverstrekking over gedeeld gebruik van speelplaatsen zal blijven inzetten. Dan nog enkele andere bijkomende initiatieven. Via de kinderrechtenmonitor brengen we een indicator uit de stadsmonitor in beeld die opvolgt welk percentage van kinderen tussen 0 en 11 jaar in de centrumsteden op percelen of adrespunten woont binnen 400 meter reële loopafstand of 300 meter in vogelvlucht van publiek toegankelijke speelruimtes. Dus in die zin hebben we in elk geval ook het instrument om concreet te bepalen hoe we die beperkte ruimtes die ik daarnet aanhaalde dichter bij de kinderen kunnen brengen of beter, meer voor de kinderen toegankelijk kunnen maken.
Het comité wijst in dit verband op de lokale besturen. In het kader van de ruimtelijke ordening zouden de lokale overheden gelijke spel- en ontspanningsmogelijkheden voor alle groepen van kinderen moeten waarborgen. U zou mij dan kunnen vragen, wat doet u dan om die lokale besturen daarvan te overtuigen? U kent mijn antwoord. Via het label Kindvriendelijke Gemeente en de prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen stimuleren wij ook deze diepte van het verhaal en vragen wij aan gemeenten om bij te dragen in dit verhaal. Dan komt uw algemene belangrijke vraag, de moeilijkste om te beantwoorden, of ik tenslotte meer rechtszekerheid kan garanderen met betrekking tot het recht op spelen. Vooralsnog is het mij onduidelijk of de rechtszekerheid met betrekking tot het recht op spelen onvoldoende gewaarborgd wordt. Dus een open vraag. Het komt mij voor dat de discussie in onze maatschappij niet zozeer, of deze discussie, niet zozeer een juridische aangelegenheid is. Dan wel één die te maken heeft met het creëren van voorzieningen en van mogelijkheden en met het wegnemen van barrières. En daarom wil ik op een beleid inzetten dat hieraan tegemoet komt. Het heeft te maken met de creatie van andere rechten van de tweede en de derde generatie, zoals bijvoorbeeld het recht op huisvesting, het recht op werk en dergelijke meer. En ik benader het niet alleen, het is geen zwaktebod, maar ik benader het niet alleen vanuit de juridische afdwingbaarheid, maar ook vanuit het beleid dat we zetten om dat recht een inhoud te kunnen geven. Maar goed, het debat is open. Maar ik denk dus dat we een aantal dingen nu al concreet doen. En ik druk mijn hoop uit dat de concrete doelstellingen die in het JKP staan en wellicht in een of andere vorm bijgestuurd of met adviezen verbeterd zal goedgekeurd worden de komende weken, dat dat toch ook een sterk extra instrument zal blijken. Ja, mevrouw Sins. Dank u, voorzitter. Ja, ik dank u voor uw antwoord, meneer minister. Ik ben heel blij om te horen dat u het recht op spelen even belangrijk vindt als ik en mijn andere collega's. Ik twijfelde daar uiteraard niet aan. Bent u van plan, aangezien dat u dat recht op spelen zo belangrijk vindt, om de campagne Goed Gespeeld nog wat extra te ondersteunen? Als ik mij niet vergis, krijgen zij nu 2000 euro via de ambassade. Zijn er daar plannen om dat budget op te trekken of daarom meer logistieke ondersteuning aan te geven? Ik ben uiteraard ook benieuwd naar het nieuwe Vlaamse jeugdbeleidsplan. En ik ben blij dat het recht op spelen daar ook zal worden in opgenomen. En ik kijk er naar uit om te zien hoeveel aandacht dat zal krijgen. Over de speelruimte in de centrumsteden verwijst u naar kindvriendelijke steden en gemeenten. U bent niet van plan om daar nog extra acties rond te ondernemen om in specifieke centrumsteden de speelruimte voor kinderen en jongeren te verhogen. En dan tot slot zal ik nog een vraag stellen aan collega Van Deursen rond de speelruimte voor de allerkleinsten. Ja, mevrouw Van Eetvelde. Ja, dank u wel, voorzitter. En op mijn beurt ook bedankt aan de minister voor zijn omstandig antwoord. Het is duidelijk dat u ook met de spelenden en spelende kinderen en speelruimtes begaan bent. Ik heb eigenlijk geen bijkomende vragen. En ik denk ook dat we het verder nog kunnen opvolgen en bij minister Van Deurs nog een extra vraag kunnen stellen. Ja, meneer minister. Misschien eerst de twee punctuele vragen over Goed Gespeeld en over onze relatie tot de steden in het bijzonder. En daarna de bredere discussie over toch nog het JKP. Ik was inderdaad verrast toen ik samen met u op de studiedag van Goed Gespeeld was, dat zij zoveel werk doen met zo weinig middelen. Want ja, 2000 euro is echt twee keer niets, hè. Dus in die zin bij deze voor hen en ook vanuit jullie zeker de nodige steun. Ik wil gerust met hen kijken wat er meer mogelijk is. Ik bedoel, ik ga nu niet zeggen, ook niet in het kader van de opmaak van de begroting 2016, hoeveel we kunnen doen en dergelijke meer. Maar inderdaad, de relevantie van wat zij doen is groot. De aanpak van hun inhoudelijke perspectieven is goed. En dus ik denk dat uw vraag niet in dovemans oren hoeft te vallen. Maar laat me daar enige tijd en ruimte om te kijken, ook in gesprek met hen, hoe zij de dingen zien en dergelijke meer. Wat betreft uw vraag om van mij meer mogelijk in contact te treden met de steden en eventueel nog verder impulsen te geven, denk ik dat we met administratie en kabinet eens moeten kijken welke dingen we nu uit de recente stadsmonitor kunnen halen. Omdat we hier natuurlijk meteen in de kern van de zaak komen. Wat de steden nu vandaag doen, de steden die vandaag bijkomende speelplek en recht op spelen ontwikkelen, dat zijn steden die goed omgaan met gedeelde ruimtes. Dus met andere woorden, dat zijn steden die horizontaal denken en die er dus in slagen om niet alleen eilandjes en perceeltjes alleen voor de jeugd en alleen voor ouderen, alleen voor, maar dat zijn juist degenen die dat vraagstuk het best kunnen oplossen. En ik denk dat dat het moeilijkste is.
En dat we daar moeten kijken dat we enerzijds horizontaal met die steden breed genoeg kunnen gaan en leren wat de beste aanpak is. En anderzijds op die manier ervoor zorgen dat er voldoende speelplekken komen. Dus ik zal de administratie vragen om dat deel van de stadsmonitor uit te pluizen en te kijken hoe we in eerste instantie met de centrumsteden en dergelijke meer daar nog tot betere werkbare processen kunnen komen. En dan het laatste. Ik verwacht wel het meeste van het jeugd- en kinderrechtenplan. Ik weet dat dat altijd een gevaar is met plannen. Hè. Zeker als die allemaal in SD's en OSD's zijn opgericht. De eerste keer als ik dat zag, dacht ik van my god, dit is een heel goed document. Maar hoe brengen we dit nu tot leven? Hè? Want het zijn natuurlijk allemaal engagementen, ook vanuit mijn administratie en kabinet en vanuit alle andere ministers. En dus daar zal het kwestie zijn van het accuraat op te volgen en ook een stuk een vooruitgangsrapport te maken, om de 6 maanden, dat weet ik niet, maar toch minstens om het jaar, om te zien of een aantal doelstellingen nu wel degelijk bereikt worden. Maar ik neem aan dat u mij daar in positieve zin, door achter mijn veren te zitten, zal helpen. Ja, mevrouw Soen, zal u achter zijn veren zitten, is de vraag. Uiteraard, dat is mijn taak, zeker als oppositie. Ik ben blij dat u de opening maakt voor goed gespeeld, om naar te kijken of daar iets extra mogelijk is. We zullen dat zeker in het oog houden. Ik denk dat ze daar heel blij mee zullen zijn dat die mogelijkheid, dat die opening er in ieder geval is. En over de stadsmonitor laten we daar dan binnenkort dan maar eens op terugkeren, over wat dat daar dan precies wordt uitgehaald. Maar ik dank u alvast voor uw antwoord. Dank u wel, dan is deze vraag afgehandeld. Kunnen we bij de tweede vraag starten van mevrouw Koedizer over de taxshelter. Mevrouw Koedizer. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, taxshelter is natuurlijk een federale fiscale maatregel. Is het federale niveau die daarvoor bevoegd is. Maar ik denk dat het toch iedereen ook akkoord is dat het een belangrijke financieringsvorm is voor onze Vlaamse fictie, documentaire en animatiefilm. Dus ook voor onze Vlaamse cultuur. Niet alleen dat louter financiële aspect is belangrijk, maar het heeft toch ook al zijn nut bewezen. En het draagt bij tot de professionalisering en de internationalisering van de Vlaamse audiovisuele sector. Bovendien zien we ook dat het palet films die via de taxshelter gefinancierd worden, inhoudelijk en stilistisch zeer divers is. En dat het zich ook niet alleen beperkt tot de grote commerciële publieksfilms, maar alle genres aanspreekt. Nu, de federale taxshelter had wel wat uitwassen en is in de vorige beleidsperiode aangepast. Ik ga hier niet in detail treden wat en hoe, maar ik wil toch wel ook nog even terugkomen op het jaarverslag van het Vlaams Audiovisueel Fonds van 2014, waar ik lees en ik citeer: de hervorming van de taxshelter is een feit en gaat van kracht vanaf 1 januari 2015. Het was een delicate oefening. Alle ontsporingen van het systeem moesten eerst blootgelegd worden om de noodzaak van de hervorming te bepleiten. Maar dit zonder dat de overheid zou beslissen om deze onmisbare fiscale maatregel af te schaffen. Het hervormingsvoorstel moest dus overtuigend zijn naar de overheid en naar de sector toe. En ook bestand zijn tegen de lobby van diegenen die het systeem grondig hadden verziekt. De interpretatie van de nieuwe taxshelter moet dus nu het evenwicht houden tussen de financiële bankwereld of de financiële wereld en de audiovisuele sector, dus de filmmakers, tussen het financieel product en een financieringstool. Ook de investeerders moeten een correct rendement krijgen, rekening houdend met het gegeven dat het geld dat ze investeren in feite belastinggeld is. Nu, de hervorming is van kracht sedert 1 januari, maar recent las ik in de media dat er ook daar toch weer een aantal kinderziektes zouden zijn en dat er sinds 1 januari geen enkele ruling meer werd goedgekeurd. Nochtans, de ruling is essentieel, omdat die ruling garandeert dat de fiscus akkoord gaat. Dus u hebt in uw beleidsnota ook al verschillende keren hier in de commissie aangegeven dat u die taxshelter nauwgezet zal opvolgen. Nu via L'Echo, Le Soir, van ik denk eind mei, vernamen we dat u samen met de Franstalige collega bevoegd voor cultuur een brief overgemaakt hebt over de problematiek aan uw federale collega bevoegd voor financiën en dat die problematiek ook op vraag van de Franse gemeenschapsregering geagendeerd is op het overlegcomité van 27 mei 2015.
En ik zie in die agenda inderdaad het punt tax shelter systeem voor de film- en audiovisuele producties. Dus vandaar, meneer de minister, stel ik vast dat u dat inderdaad nauwgezet opvolgt. Maar ik zou graag weten welke bekommernissen door uzelf en ook door de Franstalige collega aangebracht zijn in die gezamenlijke brief over de tax shelter die dan aan de federale collega overgemaakt is. Wat het standpunt is dat u ingenomen hebt op het federaal overlegcomité namens de Vlaamse gemeenschap, welke resultaten en conclusies uit die vergadering van het overlegcomité van 27 mei gekomen zijn. Dank u wel. Wil die zich willen aansluiten? Nee, meneer minister. De tax shelter heeft de Vlaamse audiovisuele sector, dat heb je ook duidelijk gezegd, inderdaad aanzienlijk versterkt en de creativiteit van Vlaamse, Belgische en Europese filmmakers actief in België en Vlaanderen gestimuleerd. Om een antwoord te bieden op onterechte toepassingen van de wet in het verleden, die maakten dat er uiteindelijk slechts een fractie van de opgehaalde tax shelter middelen daadwerkelijk terechtkwam in de producties, werd de wet inderdaad vorig jaar gewijzigd en op 1 januari 2015 is deze wijziging in werking getreden. Het doel van de wetswijziging was onmiskenbaar het tax shelter systeem opnieuw tot een echte stimulans voor de creatie van producties te maken en niet enkel tot een interessant financieel product voor bepaalde investeerders. Het is net de realisatie van deze doelstelling die momenteel in gevaar is omwille van de minimalistische interpretaties van de wetgeving door de FOD Financiën. In april hebben minister Milquet en ikzelf daarom twee identieke brieven gericht aan de minister van Financiën waarin we onze bezorgdheid met klem hebben geuit. De tax shelter, een fiscale maatregel, mag dan wel een federale bevoegdheid zijn, toch spelen de gemeenschappen een belangrijke rol in het systeem. Zij erkennen immers de producties als in aanmerking komende werken en reiken certificaten uit betreffende de inachtneming van de voorwaarden en de voltooiing van de producties waarvoor de tax shelter middelen worden opgehaald. Mijn diensten hebben rechtstreeks contact met de producenten en kennen de sector goed. Op 27 maart vond een overleg plaats tussen de betrokken administraties van de gemeenschap en de verschillende diensten van de FOD Financiën, met name de dienst voor voorafgaande beslissingen, wetgeving, vennootschapsbelasting en de nieuwe gespecialiseerde controlecel voor de tax shelter. Dit overleg moest de gemeenschappen in principe de mogelijkheid bieden om hun standpunten te verdedigen over een aantal vragen met betrekking tot de interpretatie van de gewijzigde wet. Deze vragen leken op dat ogenblik echter reeds beslecht te zijn binnen de FOD Financiën. En concreet gaat het dan over de volgende drie pijnpunten. Het eerste belangrijke punt betreft de berekening van de waarde van het tax shelter attest dat bepaalt hoeveel middelen een producent kan ophalen voor een concrete productie via tax shelter. Neem een als startpunt voor de berekening 70% van de rechtstreeks en onrechtstreekse productieuitgaven gedaan in de Europese economische ruimte. Of 70% van de rechtstreekse uitgaven in de Europese economische ruimte. Hoewel in de memorie van toelichting van de wetswijziging de eerste interpretatie wordt vermeld en de administratie van de FOD Financiën dit in juni 2014 zelf ook communiceerde op een informant voor de sector, staan ze nu de tweede interpretatie voor. Het verschil tussen de eerste en de tweede interpretatie bedraagt wel 10% van het totale productiebudget. Gelet op het feit dat de financiering van een productie steeds een erg moeilijke puzzel is en de tax shelter regeling net in leven geroepen is om dit deels of helemaal te verhelpen, is deze 10% wel degelijk van belang. Bovendien geldt dit voor alle dossiers en voor alle producenten. Tweede pijnpunt, de federale overheid eist dat productievennootschappen die middelen ophalen rechten in de desbetreffende producties bezitten en daadwerkelijk zelf alle vereiste uitgaven in België doen. Hierdoor worden administratieve co-producenten, producenten die dus enkel tax shelter middelen inzamelen, uitgesloten. Samenwerken met administratieve co-producenten is echter een gangbare praktijk in de sector. Het betreft veelal structuren die aanleunen bij banken die reeds actief zijn met betrekking tot de tax shelter. Of banken die mogelijk geïnteresseerd zijn om zich op deze markt te begeven. Het uitsluiten van administratieve co-producenten dus kan negatieve gevolgen hebben voor het vermogen van banken om hoge bedragen voor tax shelter investeringen vrij te krijgen. Andere potentiële gevolgen zijn het ontstaan van een handel in rechten en extra geldstromen in functie van de tax shelter en niet in functie van de productie. Twee zaken die de wetswijziging net wilde aanpakken. Derde pijnpunt, er is een discussie met betrekking tot de datum die in acht genomen moet worden indien er sprake is van herfacturatie. De productiecyclus volgt niet noodzakelijkerwijze deze van het ophalen van de tax sheltermiddelen. Dit laatste gebeurt veelal op het einde van het jaar. Dit verschil in ritme maakt dat een uitvoerend producent vaak reeds productieuitgaven doet voordat raamovereenkomsten met investeerders zijn afgesloten en deze nadien herfactureert.
enkel die uitgaven gedaan na het afsluiten van de overeenkomst mogen ingebracht worden om aan de bestedingsverplichtingen te voldoen. En het is wenselijk dat de eerder gemaakte uitgaven voor de productie wel in aanmerking worden genomen op basis van de datum van herfacturering. De FOD Financiën geeft momenteel niet duidelijk te kennen deze invulling voor te staan. Goed, tot zover het slechte nieuws. De door mij aangehaalde elementen zijn uitdrukkelijk opgenomen in mijn brief aan minister Van Overtveld en mijn collega Milquet en ikzelf hebben hem gevraagd oog te hebben voor onze bezorgdheden bij het opstellen van de reparatiewet en de circulaire. Wij hebben dan inderdaad met z'n drieën samengezeten binnen de schoot van het overlegcomité op 27 mei. En deze pijnpunten werden expliciet aangekaart en positief ontvangen door de minister van Financiën, Johan van Overtveld. De Vlaamse regering kon zich vinden in het voorstel van minister Milquet om de gemeenschappen te betrekken bij het opstellen van de herstelwet en de discussies met betrekking tot de omzendbrief. De gemeenschappen hebben immers jarenlange ervaring met de tax shelter regeling, hebben contact met de producenten en volgen eigenlijk de sector inhoudelijk nauwer op dan de federale overheid, wat in deze ook logisch is. En dus ook het voorstel van minister Milquet om werk te maken van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende betrokken overheden werd gesteund door alle betrokkenen. Dit samenwerkingsakkoord zou bijdragen tot intensiever overleg en een betere informatieuitwisseling en expertisedeling tussen de federale diensten en de gemeenschappen. In het verleden ontbrak dit. De puzzelstukken van één dossier lagen verspreid bij verschillende overheden, zodat een totaalbeeld verloren ging. Moet het gezegd worden dat dit de controle niet ten goede kwam. Bovendien werd de fiscale controle uitgevoerd door regionale controleurs die niet altijd even goed thuis waren in deze eerder complexe materie. De recente oprichting van een gespecialiseerde controlecel en de mogelijkheid om de noodzakelijke erkenning van een producent in te trekken wanneer deze zich niet aan de wet houdt, bieden hier een deel van de oplossing. Inzetten op de controle en informatie- en expertiseuitwisseling tussen de overheden zal het toezicht verstevigen en bijdragen tot een gezonder beheer van het systeem. Dus om een lang verhaal kort te maken, we zaten wel even in een alarmfase en voorlopig inderdaad is die opstart van de wet niet probleemloos verlopen met het gevolg dat de zaken een beetje stil liggen. Maar er is toch wel goed en snel, zonder veel moeilijkheden, zonder moeilijkheden te koer, overleg geweest tussen de drie betrokken overheden om nu niet alleen maanden of jarenlang aan een samenwerkingsakkoord te werken, maar ook om onmiddellijk al de interpretatieve moeilijkheden die door de FOD Financiën opgeworpen waren, eigenlijk in het voordeel in de logica van de gemeenschappen te beslechten, durf ik niet zeggen, want dan klinkt dat als een conflict, maar in elk geval te doen evolueren. Dus ik denk dat we hier goed zitten. Zo is het toch allemaal tussen de politieke verantwoordelijkheden afgesproken en moeten we nu zien dat het zo snel mogelijk operationeel gemaakt wordt. Mevrouw Koeders. Ja, dank u wel, meneer minister, voor het heel uitgebreide antwoord. Dus het blootleggen van de pijnpunten. Maar vooral denk ik dat het goed is dat er heel snel aan de alarmbel getrokken is en dat er met de drie overheden samengezeten is. Omdat inderdaad, het is federale materie, het wordt daar uitgewerkt. Maar eigenlijk, de voeling op het terrein zit vooral dan in de expertise van de gemeenschappen. Dus ik denk dat alleen maar alles kan ten goede komen. Bedoeling is, de uitwassen moeten eruit, maar het is een zeer goede maatregel. Dus ik denk dat iedereen daar op dezelfde lijn ook zit. Dus dat met samen te zitten en samen na te denken en de expertise te delen, er wel oplossingen moeten zijn. Nu, ik denk dat we er dus allemaal ook van overtuigd zijn dat die tax shelter een goede maatregel is. U had ook aangegeven dat het moet bekeken worden om het verder te implementeren, eventueel naar andere sectoren. Hier zou ik toch willen vragen dat we eerst verder op het terrein operationeel kijken of die tax shelter voor de filmsector goed werkt, of die uitwassen eruit zijn. En pas dan, er kunnen natuurlijk al een aantal zaken bekeken worden voor dit, maar om dat uit te breiden, om dat dan toch maar te doen. Als we weten dat het systeem goed werkt en dat we dan toch ook goed nadenken binnen welke deelsector van de media- en de cultuurwereld we dit kunnen toepassen en waar het dan echt zijn toegevoegde waarde heeft, maar niet in sectoren waar het eventueel geen nut heeft. Dus dat we dat toch goed bekijken. Ja. Is er nog? Wel, ik deel die laatste mening ook. Hè. Dat zit in de logica en ook het ritme van het witboek eigenlijk. Hè. We moeten hier dit schip nu weer recht trekken. Dat zal lukken. Ik hoor op dit ogenblik vanuit twee sectoren specifiek interesse
voor het mutatis mutandis kunnen aanwenden van een taxshelter, ik ga niet zeggen de taxshelter, zeker vanuit, vanuit de audiovisuele sector, waar men zelf modellen aan het bekijken is. En we zijn daarover in overleg met hen. En dat moet dan ook in het witboek terechtkomen en de gesprekken zullen volgen, wordt vervolgd. Er zijn ook voorzichtige aanzetten op dit ogenblik vanuit delen van de kunstsector, maar dan meer in het, zou ik zeggen, het collectievergaren en dergelijke meer. Maar dat is al een ingewikkelder verhaal. Er zijn dan ook, dat wil ik voor de volledigheid zeggen, politieke collega's die ook mogelijkheden zien voor de podiumkunstensector, lijkt mij op het eerste zicht minder evident. Hè. Omwille van de specifieke economische processen, de doorlooptijden en de toonmomenten. We gaan alles bekijken, maar ik ben het eens met uw aanpak. Laten we dit nu wat goed werkt, opnieuw goed doen werken en beter doen werken. En dan kijken we voorzichtig wat er voor andere sectoren mogelijk is. Mevrouw Koet is er nog? Ja, dankjewel. Ik ben blij met de aanvulling eigenlijk. Audiovisuele sector en in het kader van collectievergaren, daar denk ik zijn inderdaad mogelijkheden. Podiumkunsten, ik weet dat dat inderdaad verschillende keren valt, maar persoonlijk dan ben ik ook van mening dat dat toch een ander verhaal is en dat daar misschien zelfs andere mogelijkheden beter zouden zijn. Oké, dank u wel. Daarmee is deze vraag afgehandeld. Even wissel van plaats voor mijn eigen vraag om uitleg. Maar mevrouw Bastiaans. Collega Caron, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een vraag over de indemniteitsregeling. Ik ben niet de eerste die hier een vraag stelt. Ere aan wie ere toekomt, daar komen we nog op terug, maar veel collega's hebben dat hier al gedaan. Alleen, en het staat ook in uw beleidsnota, hè, meneer de minister, daarmee begin ik ook. In OD6, en inderdaad, als je OD's en SD's leest, dan moet altijd wat ongerust worden. Maar ik neem aan dat het wel degelijk de bedoeling is om dat debat over de invoering van die staatswaarborg voor internationale kunstwerken voor tijdelijke tentoonstellingen inderdaad te voeren. U zegt dat ook, u wil de verschillende formules onderzoeken om tot een invoering ervan in Vlaanderen te komen, einde citaat. De vraag vanuit de musea is groot en niet nieuw. Hè. Het gaat over een regeling die de verzekeringskosten bij grote tentoonstellingen kan drukken. Verzekeringskosten die hoog oplopen, daar komen we zo nog op terug. En in een schriftelijke vraag van collega Koedisser, onlangs nog, zei u dat... antwoordde u, ik citeer even, uiteindelijk achter de toenmalige Vlaamse regering, de vorige dus, het echter niet opportun om een contractuele indemniteit toe te kennen zonder eenduidige decretale basis. En het tweede punt was dat, dat de gepubliceerde nota, conceptnota indemniteit, zou aangepast worden. En ik wil in dat verband ook wel even wijzen naar twee dingen. Er is ook een Europees document dat op een heel goede, overzichtelijke manier, weliswaar Engelstalig, schetst hoe de indemniteitsregelingen in de Europese Unie eruit zien. En niet alleen in de Europese Unie, zelfs erbuiten, denk ik. Zelfs Zwitserland staat daartussen. We zijn ook al iets verder. Ik heb, dat is de aanleiding geweest voor mijn vraag, want er was ook al op de website van het departement was een aangepaste nota, conceptnota, rond die indemniteit verschenen. Een tijdje geleden trouwens al. Hè. Die staat op het net en dat kan je lezen. Wat ik daarnet zeg, ik kan ook niet in detail alle aspecten daarvan aanhalen. Eén zin toch, de ratio tussen de betaalde verzekeringspremie en de betaalde schadevergoeding is per tentoonstelling over het algemeen vele malen kleiner dan een halve promille. Het gaat niet over drank, maar over de kostverhoudingskost tussen de eventuele schadegevallen aan de betaalde verzekeringspremie. En die premie van die verzekeringen die loopt zo hoog op dat die zelfs tot 15% van de totale kosten neigt. En dat is eigenlijk een heel hoog bedrag. In die conceptnota worden een aantal tabellen opgenomen, dan wordt dat aangetoond. Ik heb die in mijn vraag ook eens opgenomen. Als je ziet tussen het jaar 2007 en 2012, en dat is een wisselend jaar, er kan van 1 tot 7 grote tentoonstellingen gaan, gelijkaardige tentoonstellingen, dan is er ongeveer voor 1,5 miljoen euro aan premies betaald door de Vlaamse musea. En er is voor ongeveer 21.000 euro schade geweest in 4 tentoonstellingen. Dat is 21.000 euro uitbetaalde schadegevallen
€1,5 miljoen betaalde verzekeringspremie. En dat begint natuurlijk wel een beetje fors, fors verschil te zijn. Hè. Ik denk dat dat het eigenlijk een zeer goede tak is in het verzekeringsbedrijf, de toonstelling verzekert. Die indruk heb ik toch. In Nederland, waar de regeling bestaat, minister, is er tussen 2005 en 2014 door een toekenning van die garantie een totale reductie op de commerciële verzekeringspremies gekomen van €5,1 miljoen. Dus in 10 jaar tijd heeft de erfgoedsector voor die grote tentoonstelling dat bedrag uitgespaard. Dat is niet niks. Uw voorgangster, mevrouw Schoofvlieg, was ook voorstander. Maar dan begint, en dat is, dat is niet de aanleiding, maar de reden dan voor mijn vraag. Mevrouw Schoofvlieg zei dat de regeling ernstige financiële gevolgen heeft. Ze zei, ik citeer, alle dossiers en beleidsdomeinen overschouwend heeft Vlaanderen in het algemeen al te veel waarborgen verleend. Dit is een probleem. Einde citaat. Wat ze daarmee bedoelde is echter nooit helemaal duidelijk geworden. Ook voor mij niet, en collega's. En ik trok toen in de vorige legislatuur met verschillende collega's aan de kar. Collega De Koene, collega Meremans, collega De Gucht. En nu mevrouw Koedense, denk ik, even grote supporter is. Van de, meneer Bazaar ook ondertussen. Hè. Maar ik verwijs hier nu even naar de vorige legislatuur. Om te tonen dat dit dossier niet vers is. Waar eigenlijk al een tijd op een oplossing wacht. En dat dat eigenlijk toch een breed gedragen verhaal is. En dus, minister, ik heb drie grote vragen. Hoe ver staat het met het opmaken van die inhoudelijke keuzes? Er bestaan in Europa zeer veel vergelijkbare regelingen. Er is veel vooronderzoek gedaan. Eigenlijk is er heel veel kennis over de regeling. Hoe staat het daarmee? Welke timing hanteert u? Tweede vraag. Is er overleg geweest met uw collega bevoegd voor begroting en financiën? Want dat was mevrouw, wat mevrouw Schoofvlieg bedoelde. Dat was de minister van Begroting die toen dwars lag. Wat is de kern van dat specifieke probleem dan van die waarborgen? Heeft dat iets met ezercodes of zo te maken? Daar denk ik dan hardop. En drie, voor een goede regeling is het eigenlijk ook aangewezen om samen te werken met de Franse gemeenschap. Want als indemniteit zou worden toegepast voor de tentoonstelling in Brussel, dan zou ook best de Franse gemeenschap zo'n regeling invoeren, want anders kan je weer een aantal problemen krijgen. Is dat ook geen kwestie die aan bod kan komen in de toekomst dan? In het kader van het cultureel samenwerkingsakkoord met de Franse gemeenschap. Dank u alvast. Zijn er collega's die willen aansluiten? Collega Koetiezer. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Ik wil mij inderdaad aansluiten bij de drie vragen van meneer Caron. Eén, die geactualiseerde nota waarvan u ook sprak in het antwoord op mijn schriftelijke vraag. Hoe bent u daar ondertussen mee aan de slag gegaan? Tweede vraag is inderdaad, het gaat ook over financiën en begroting. Dus in hoeverre hebt u al met uw collega voor financiën en begroting gesproken? En ziet zij daar mogelijkheden om in het verhaal mee te stappen? Want inderdaad, ook meneer Caron heeft het aangehaald, gezien de vele vragen in de vorige legislatuur en ook deze legislatuur en de aandacht die wij daaraan besteden, denk ik, is er hier over de partijgrenzen heen een consensus dat we zo'n indemniteitsregeling moeten instellen, maar het gaat natuurlijk ook over de financiën. Ons uitgangspunt is inderdaad ook altijd geweest een experimenteel voorstel, zoals in mijn vraag over de tentoonstelling De Erfenis van Rubens. Dat moeten we goed analyseren en dan mogelijk inkantelen in een structureel gegeven, zonder dat dit mag leiden tot budgetair niet te verantwoorden risico's. Dus in elk geval zijn we voorstander van een oplossing binnen een kader. Dus dat kader moet gecreëerd worden en dat kader moet er ook voor zorgen dat we verantwoord omgaan met de bruiklenen en met de waarborgen. En dan de suggestie om met de Franstalige collega daarover te spreken in het kader van het cultureel samenwerkingsakkoord. Ik denk dat de voorgangster, minister van Cultuur, Joke Schouwvlieg van de vorige legislatuur, dit inderdaad ook eens aangekaart heeft. Maar is dat ondertussen opnieuw meegenomen? Want ik denk dat dat samenwerkingsakkoord, nu het er formeel is, toch meer mogelijkheden biedt daarvoor.
Ik zou zelf ook nog graag namens mijn fractie heel even willen aansluiten. Zoals dat collega Caron inderdaad heeft aangehaald, gaat het over gigantische bedragen in het kader van verzekeringen. In een vorig leven heb ik zelf nog mee getrokken aan een tentoonstelling van Vlaamse meesters in India. Dus een deel van de reizende collectie van het KMSK. Ik moet eerlijk zeggen, dat is een huzarenstuk om daar rond te krijgen en al een chance hebben op dat moment sponsors gevonden om die verzekeringspremies te kunnen betalen. Maar dat is echt ongelooflijk gigantisch. Dus allee, we hebben het hier inderdaad al een paar keren in deze commissie besproken. En de problematiek is natuurlijk ook niet nieuw. En ook in de vorige legislatuur hebben we allemaal samen, en ik denk ook uw voorgangster, ons best gedaan om daar inderdaad wel door te geraken. We willen allemaal wel, maar we weten ook dat er daar gewoon het financiële aspect is, waar dat er grenzen ook wel aan zijn voor die waarborgregeling vanuit de overheid. En dus ja, zolang dat we daar niet de oplossing voor hebben, denk ik dat we wel wat vastzitten. Tenzij, meneer de minister, dat u natuurlijk ondertussen een geweldige oplossing hebt gevonden. En dan denk ik dat we allemaal heel blij zullen zijn. De druk wordt onhoudbaar. Collega's of collega, in uw vraag schetst u een helder overzicht van de historiek van dit dossier. Ik denk dat wij hier met ons allen voorstander zijn van de invoering van een vorm van indemniteit voor inkomende bruiklenen, los van de concrete vorm die deze regeling moet aannemen. Medio mei bezorgde de administratie mij een allerlaatste versie van haar conceptnota indemniteit en de grote lijnen van deze actualisering lopen gelijk met de vorige versie van de nota van 2012, die in 2014 geactualiseerd werd en die, zoals u zelf hebt aangegeven, op het internet beschikbaar is. Uit de track records van de bestaande regelingen in Europa blijkt dat het aantal schadegevallen, ondanks de astronomische waardes aan gewaarborgd kapitaal, bijzonder laag ligt. Het gaat bij schade ook steeds om beperkte schade. De besparingen die een indemniteitsregeling de musea biedt, zijn aanzienlijk. En dit zeker in de gevallen waarbij 100% indemniteit geboden zou worden. Uit informatie die de administratie verzamelde voor wat betreft Vlaanderen komt eenzelfde beeld naar voren. Ik denk dus dat we er met z'n allen naar moeten streven om de invoering van een indemniteitsregeling ook in Vlaanderen te realiseren. Ik onderzoek dan ook momenteel samen met mijn administratie de diverse formules om tot de invoering van een indemniteitsregeling te komen. En in dit kader is er wel degelijk recent, ik denk 2 weken geleden, ook een rechtstreeks overleg geweest met de minister van Begroting en Financiën. Zij vindt het terecht belangrijk dat we kunnen aantonen dat het risico op schade en dus op schadevergoeding beperkt is. Ook is het belangrijk precies te bepalen wat de besparing is van een indemniteitsregeling in vergelijking met een commerciële verzekering. Uit de conceptnota blijkt dat de uitgespaarde verzekeringspremies minimaal €10.000 moeten belopen om afdoende kostendekkend te zijn en om dus een betekenisvolle besparing te realiseren. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten die gemaakt moeten worden voor een beperkte risicoanalyse. Dit betekent dat de totale waarde onder indemniteit per tentoonstelling minimaal €12 miljoen moet bedragen. Dit minimum van €12 miljoen geldt enkel voor een 100% indemniteitsregeling en in geval elke bruikleengever instemt met indemniteit, wat in de praktijk niet het geval is. De hypothese is dat 40% niet instemt. Voor een gemengde regeling loopt dit minimumbedrag per tentoonstelling aanzienlijk op. Daarnaast is het belangrijk dat de begroting van de Vlaamse overheid voldoende ruimte biedt om de indemniteitsregeling ook daadwerkelijk te waarborgen. We spreken immers al snel over enkele tientallen miljoenen aan kapitaalswaarborg, wil een indemniteitsregeling zin hebben. Mijn voorganger is er inderdaad, mevrouw Schouwvliegen, verwees al naar het probleem dat waarborgen stellen voor de Vlaamse begroting nog niet opgelost is. De totaliteit van de kapitaalswaarborg die de Vlaamse overheid toekent, is, zoals u weet, voor de begroting ezerneutraal. De ratingbureaus houden evenwel rekening met de uitstaande waarborgen bij het bepalen van het risiconiveau dat ze aan de schulden van de Vlaamse en Belgische overheid toekennen. Om de risico's voor de Vlaamse overheid te beperken, kunnen we ervoor opteren, ik op een voorzichtige piste, maar dat is ook niet onbekend, om een maximum waarborgplafond in te schrijven in het decreet. Een afgestemde indemniteitsregeling binnen de Vlaamse en de Franse gemeenschap zou inderdaad ideaal zijn, maar gegeven de eerder aangehaalde elementen is dit niet onmiddellijk evident. Ik geef er dan ook de voorkeur aan om nu al een geschikte en haalbare regeling voor Vlaanderen uit te werken. Weliswaar zal ik mijn plannen hieromtrent op tijd meenemen in overleg met mijn collega minister van de Franse gemeenschap om te kijken hoe we hier in de toekomst rond kunnen samenwerken. Dus
drie elementen nog bijkomend, meneer Caron en collega's. Het dossier is terug geactiveerd. Ik durf nu nog niet zeggen wanneer we daarmee kunnen landen, maar we moeten dat niet eeuwig uitstellen, want anders zijn we weer vertrokken voor een dossier, voor een discussie van jaren. Dat is niet de bedoeling. Twee, er zijn misschien buiten de interne indemniteitsoplossing die wij binnen onze publieke financiën minstens qua waarborg zouden kunnen opnemen, ook creatiever onderhandelingsmechanismen met de verzekeringsindustrie mogelijk, onder meer door collectieve polissen en dergelijke meer. Dus het valt niet uit te sluiten. Dus ook dat pad willen we zeker bewandelen. En drie, we moeten er wel met ons allen we moeten ons met ons allen realiseren, zelf al wil ik hier geen slapende honden wakker maken, dat in principe de risico's tot op vandaag uiterst beperkt zijn. Maar, en ik zal het in die termen zeggen, als we zien hoe bepaalde groepen in bepaalde streken ver van hier, gemeenschappen proberen te treffen met rechtstreekse aanvallen op kunst, durf ik niet uitsluiten dat dat in de toekomst ook zo zou zijn. Dus met andere woorden, als waarborger of als verzekeraar zal dit ook zeker als een element in de discussie, helaas voor ons, meegenomen worden. Ik wil het maar meegeven omdat het zijn dingen die op het eerste zicht totaal onrealistisch zijn en dan misschien ook weer niet. Laten we met z'n allen hopen dat dat zeker niet het geval is. Dus, maar het dossier is geactiveerd en wij proberen nu met bijkomende informatie van de administratie de doorbraak te forceren ten aanzien van mijn geliefde collega van Financiën en Begroting, die een kunstminnend persoon is, zoals u weet. De vorige waarschijnlijk ook, hè, dat weet ik niet, maar dat is allemaal niet voor het verslag. Om te kijken hoe wij tot een werkbare en redelijke oplossing kunnen komen. Ja, dank u wel. Wat betreft het kunstmijnende karakter van uw collega van Financiën, de voorzitter en ik kunnen bevestigen, we zijn samen gesignaleerd op een concert. Dus dat is alvast al een positief punt. Dat geeft hoop, hè? Laten we dat zeggen. Ik ken ook de verschillende formules, minister, en het is waar, het werkt maar vanaf een zekere waarde. Dus je moet een hoge waarde hebben, maar als je nu kijkt naar de grote tentoonstelling, de blockbusters bij ons, die zetten vele malen boven je 12 miljoen minimale ratio, minimale som, verzekeringswaarde, die zetten daar veel keren hoger. En inderdaad, er zijn formules waarbij je van 40 tot 100% indemniteit kan regelen. Dus dat, ik denk dat dat een voer is voor specialisten om dat verder uit te werken. Ik wil daar verder niet op ingaan. Maar nu heb ik ook door waar het knelpunt ligt. Hè. Het knelpunt ligt, denk ik, bij het feit dat de verzekeringswaarde meegeteld wordt bij de schuldratio van Vlaanderen. Hè. Ja, dat is eigenlijk het pijnpunt. Terwijl dat eigenlijk vreemd genoeg een virtuele schuld is. Want neem nu eens dat dat topwerk in kwestie zou vernietigd worden. Hè. Dan kan je dat toch niet betalen. Want dat werk heeft een virtuele waarde. Je kan het niet terugbetalen. Het kan nooit hersteld worden in de originele staat. Ja, bepaalde schadegevallen wel, maar in de totaliteit niet. Hè. Dus het is een virtueel verhaal als een Rubis vernietigd wordt, voorzitter. Dat is doodjammer. En dan gaan we kijken wat we daar kunnen van overhouden. Maar die is niet terug te kopen. Begrijp wat ik bedoel, in tegenstelling tot veel andere vormen van verzekering. Dus ik pleit dat daar, ja, voor mijn part, creatieve oplossingen met verzekeringsmaatschappijen mij goed. Ik heb er geen enkel probleem om dat te doen. En wat ik laatste dat ik zei, daarnet over vernietigd en kapot. Ja, u verwees naar de gebeurtenissen met IS in Syrië en in Irak. En dat is inderdaad, in Palmyra bijvoorbeeld, of een aantal andere dat is inderdaad dramatisch en erg. Maar ook daar zijn die dingen niet terug te betalen. Hè? Dus het vreemde is dat die verzekeringswaarde dekt alleen maar randkosten, zou je zeggen. Een pech bij het vervoer of bij een klimaatregeling een probleem, maar door een kleine vorm van schade optreedt, maar nooit de volledige dekking kan instaan. Want daarboven, het zou het vreemd zijn dat de Vlaamse gemeenschap geld moet krijgen voor een peperduur kunstwerk, wat niet te schatten is zelfs, een waarde die niet te schatten is, voor een kunstwerk dat in haar bezit is. Misschien, wellicht. Hè? Merken van een KMSK of van de stad Antwerpen, wat dan ook, van een overheid. Hè? Zie je? Dus je zit daar eigenlijk met wie zorgt nu voor wat? Hè? Dat is eigenlijk de kwestie waar we het over hebben. En ik denk dat in het geval, misschien een tip voor uw collega Financiën en Begroting, die miljoenen euro's
Die 1,5 miljoen euro die in die laatste jaren is uitgegeven voor die tentoonstellingen, die belasten ook ons Vlaams budget, laten we eerlijk zijn. Hè. Dat is dan natuurlijk in de totale subsidie die aan het museum wordt toegekend, maar dat is ook een begrotingsaanslag, bij wijze van spreken. Dus in die zin is dat natuurlijk niet de waarde die in de schuld komt, maar overigens ook daar, en dan sluit ik daarmee af, is men zou een fonds kunnen maken daarvoor, hè, waarin die waarde eenmalig vastgelegd wordt voor vele tentoonstellingen, hè, waarop geput wordt, zodat niet iedere keer het in- en uitgeboekt wordt. Hè. Het is een virtuele vraag, ik ben geen begrotingsspecialist, maar ik kan me toch niet inbeelden dat men omwille van die reden blijvend die zaak zou blokkeren. Dat is eigenlijk pleidooi om daar toch werk van te maken. Binnen Europa, minister, dat weet u ook, zijn we een van de landen die wat dat betreft achterna lopen. Allee, op de laatste, vannacht in het peloton zetten. En ik zou dus ook pleiten om dat te doen. En ook het gesprek met de Franse gemeenschap, u ziet waar we komen. Ik heb er vertrouwen in, het is zo'n vraag waar we binnen 6 maanden tot een jaar, collega's, nog eens op gaan terugkeren, maar je hebt het beloofd, minister, we houden nu aan de afspraak. En ik denk dat we met z'n allen ook dit doel delen. Ik ben altijd bereid om uw collega van Financiën en Begroting, dus noods ook eens, te ondervragen in de commissie al daar om de thematiek aan te kaarten. Maar dat zal ik mij wel ombrengen door financiële experten om daar rond te krijgen. Want dan geef ik mezelf op glad ijs. Dank u wel. Ja, dankjewel. Meneer de minister, ik wil u toch bedanken dat u dat dossier weer actief opneemt en dat u ook zegt, ik wil daarmee landen en we moeten dat niet eeuwig uitstellen. Dus vandaar heb ik er alle vertrouwen in dat u met die minister van Begroting, want ja, daar knelt het schoentje natuurlijk, naar oplossingen zoekt, maar samen kunstminnend en wij hier allemaal kunstminnend, dat moet dus zeker lukken. Dus de piste van de creatieve oplossing met de privéverzekeringen, ik denk dat dat inderdaad een piste is die we moeten bewandelen. Ik weet niet of u het is natuurlijk onmogelijk, maar een idee van timing daar rond hebt. Ik denk de tussenkomende partijen in dit debat voor nuttige en concrete input. Op die laatste vraag wil ik voorzichtig antwoorden. Ik denk wel dat het zinvol is dat we daar tegen het einde van het jaar een zicht beginnen op krijgen of we vooruit gaan en in welke richting we vooruit gaan. Ik denk dat het anders te traag zou gaan. Dus dat kan ik daar nu in algemene zin op antwoorden. Collega's, daarmee is deze vraag ook afgehandeld. Dan komen we bij de vierde vraag om uitleg over regionale televisie. Een vraag van collega Karen Brouwers. Mevrouw Brouwers, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, de regionale televisieomroepen hebben met de toepassing van artikel 165 van het mediadecreet een specifieke opdracht voor de communicatie onder de bevolking en de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Door het leveren van nieuws- en achtergrondinformaties uit de eigen streek, van informatieve, ontspannende en of culturele programma's met bijzondere aandacht voor plaatselijke evenementen natuurlijk, voor het lokale historische en culturele erfgoed en voor de natuurlijke leefomgeving van de regio, bevordert de regionale televisieomroep de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners van de regio. Concreet bepaalt dat artikel 165 de volgende maatschappelijke opdrachten voor de regionale televisieomroepen. Ten eerste het bereiken van een zo groot mogelijk aantal kijkers binnen het verzorgingsgebied met programma's met regionale informatie over dat verzorgingsgebied. Ten tweede het verzekeren van een hoge mate van betrokkenheid van kijkers bij die programma's, bij de programma's, door het aanbod van interactieve toepassingen. En ten derde het voeren van een actief diversiteitsbeleid in de organisatie en in het programmaaanbod. Onder de regionale informatie worden onder meer de journaals, achtergrondinformatie, debatten, maar ook bijvoorbeeld verkiezingsuitzendingen en serviceprogramma's verstaan. Op 30 november 2012 sloot de vorige Vlaamse regering met elk van die Vlaamse regionale televisieomroepen een samenwerkingsovereenkomst af, die nog zou lopen tot in 2016, inbegrepen. Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de Vlaamse regionale televisieomroepen om over een meer structurele subsidie te kunnen beschikken. En zij nemen daardoor natuurlijk ook een engagement op
om die kwaliteit, diversiteit, pluriformiteit van het aanbod van die regionale informatie te behouden en te versterken. Ook programma's te ondertitelen ten behoeve van doven en slechthorenden. Uiteraard al die decretale opdrachten, zoals vastgelegd in dat artikel 165 van het mediadecreet uit te voeren, maar ook hun interne werking verder te professionaliseren, de samenwerking tussen de regionale televisieomroepen verder te bevorderen, om hun, op die manier ook hun efficiëntie en effectiviteit te vergroten en het bereik ook te vergroten. Ja, met betrekking tot de toepassing van die samenwerkingsovereenkomst, hoe weten we nu of ze dat allemaal doen, is er gelukkig het onderzoeksbureau Podium Perception Management, PPM, dat jaarlijks gedurende de looptijd van die samenwerkingsovereenkomst een wetenschappelijk onderbouwd waarderingsrapport van de journaals en informatieprogramma's bezorgt aan de Vlaamse regionale televisieomroepen. Dit waarderingsrapport wordt door de administratie media jaarlijks bezorgd aan de Vlaamse regionale televisieomroepen in het kader van hun jaarlijkse eindrapportering. Ondanks deze samenwerkingsovereenkomsten en de daaraan verbonden structurele Vlaamse subsidies van ongeveer €200.000 per jaar, waar ondertussen iets is afgegaan, zoals we weten, verkeerden de regionale tv-zenders in de voorbije jaren in een financieel benarde situatie. En tijdens de vorige legislatuur is daar dan heel veel over gedebatteerd in de commissie en heeft men in 2010 een onderzoeksopdracht uitgeschreven in verband met de financiering van die Vlaamse regionale televisieomroepen. En in opvolging daarvan is dan uiteindelijk het decreet aangepast in 2014, zodat de regionale tv-omroepen ook een bereikvergoeding konden ontvangen van de distributeurs. Dat was ook wel iets nieuws. En ja, ik wou over de regionale televisieomroepen, omdat we daar voor de laatste keer dat het erover ging, jammer genoeg in een besparingscontext was, wou ik toch over de uitvoering van het mediadecreet met betrekking tot die regionale televisieomroepen eens horen hoe het er nu mee gesteld is. En de eerste vraag die ik wil stellen is de volgende. Recent ontvingen zij voor de eerste keer een brief van de VRM met daarin dan de bedragen die de distributeurs in uitvoering van dat decreet van 2014, van het uitvoeringsbesluit, daarop verschuldigd zijn aan de zenders voor het eerste kwartaal van 2015. Dus ze zouden dat nu moeten gekregen hebben. En de vraag is, ja, u bent daar licht van op de hoogte en hoe evalueert u de uitvoering van deze decreetsbepaling, betekent dit nu een wezenlijke verbetering van de financiële situatie van alle erkende regionale tv-omroepen? Zitten daar misschien verschillen op? Zal de minister hierover in overleg gaan met de regionale televisiezenders? En wat is uw timing indien u dat van plan bent? Tweede vraag. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van de jaarlijkse waarderingsrapporten over de journaals en informatieprogramma's van dat onderzoeksbureau PPM? En welke conclusies trekt u daar dan uit? En dan een laatste vraag. Wij hebben een tijdje geleden de resolutie goedgekeurd met betrekking tot de strijd tegen radicalisering. En daarin is een aanbeveling opgenomen over de regionale tv-omroepen. Daar staat in de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale omroepen toe te zien, dat vragen we dus aan de Vlaamse regering om toe te zien, op de uitvoering van de decretale opdracht, inclusief artikel 165 ten derde, het voeren van een actief diversiteitsbeleid in de organisatie en in het programmaaanbod. Dus om daar eigenlijk op die manier wat dat meer onder de aandacht te brengen. Maar zoals ik daar straks al zei, tijdens de bespreking van de begrotingscontrole 2015, nog zeer recent, heeft u positief geantwoord op mijn vraag om naar aanleiding van die besparingsbeslissing, waar er toch 10% op die jaarlijkse subsidies is ingekort, ook die samenwerkingsovereenkomsten eens terug te herbekijken. En zal u dan van die gelegenheid ook gebruik maken om die aanbeveling uit de resolutie antiradicalisering aan te kaarten en daar toch specifiek aandacht voor te vragen? En welke concrete acties zijn er volgens u nodig om uitvoering te geven aan deze aanbeveling? Tot daar mijn vraag. Dank u. Nog collega's, meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Nu, de vergoeding door de distributeurs
is verschuldigd, dacht ik, sinds 1 januari 2015, meneer de minister. Eikpunt voor het bereik was begin 2014. Dus nu al ten gronde evalueren, ik ga ervan uit dat u dat nu nog niet kunt. Het is een hele korte periode nog maar. Maar goed, op vraag van de collega Brouwers, alle informatie die u ons nu kunt geven is natuurlijk welkom. En daar kijken wij met belangstelling naar uit. Nu wat specifiek de vraag van collega Brouwers over aandacht voor diversiteit betreft. Nu, ze heeft zelf het artikel geciteerd uit het decreet. Eigenlijk voegt de resolutie van de commissie radicalisering denk ik weinig nieuws toe. Er staat nu ook al in het decreet, artikel 163, dat daar aandacht voor moet zijn. Dus ik neem aan dat u dat ook al normaal gezien min of meer monitort. Dat hoop ik dan ook van u te vernemen uit uw antwoord. Dank u. Meneer Bajar. Ik zou zeer kort ook graag aansluiten met één bedenking en een bijkomende vraag. Ik vraag me ook af of het misschien niet wat vroeg is om echt al goed te kunnen evalueren. Ik kan me ook voorstellen dat de nieuwe financieringsmethode ook voor die regionale omroepen kan betekenen dat zij zelf ook eerst hun eigen aanbod dienen te evalueren in het licht natuurlijk van die decretale regeling. Dus daar moet soms wel wat tijd over gaan. En beleidsevaluatie kan pas gebeuren wanneer de financieringsmethode echt aangekomen is en een zekere werking heeft. Anders wordt niet alles opgenomen en gevat in die evaluatie. Maar dat is een bedenking. En dan mijn bijkomende vraag, naast de aanbevelingen uit de anti-radicaliseringsresolutie, zijn er misschien nog andere zaken die de minister misschien wel op tafel wil leggen? Dank u. Ja, als ik ook even mag aansluiten namens mijn fractie, een alerte vraag, heel goede vraag. Als ik die appreciatie mag uitspreken over die vraag. Het is een cruciaal moment, het is nog vroeg om te evalueren, maar het is wel de eerste keer dat we een nieuwe regeling hebben. En ik denk dat ze ook de kast tellen, hè, en kijken wat de vergelijking is tussen de oude en de nieuwe situatie. En ik denk dat het goed is dat die alertheid er hebt. Ik ondersteun de stappen in het proces voluit, omwille van het belang van de regionale televisie, maar ook de noodzakelijke kwaliteitscomponent die we daar in willen zien. Minister? Ik heb bij de VRM navraag gedaan over de uitvoering van artikel 7 van het uitvoeringsbesluit van 25 april 2014 ter uitvoering van artikel 166-1 van het mediadecreet. Dit artikel stelt de berekeningsmethode vast die de VRM gebruikt om de vergoeding vast te stellen die de dienstenverdelers verschuldigd zijn aan de regionale televisieomroepen. Artikel 166-1 van het mediadecreet bepaalt dat iedere dienstenverdeler op jaarbasis €2,30 per abonnee bijdraagt en dit vanaf het jaar 2015. De VRM heeft nu voor elke dienstenverdeler het totale verschuldigde bedrag voor het eerste kwartaal bepaald en volgens een verdeelsleutelverdeling van dit bedrag over de 9 regionale omroepen berekend. Zonder in detail te treden kan ik u meedelen dat de bedragen die de omroepen van alle dienstenverdelers samen voor het eerste kwartaal ontvangen schommelen tussen €0,37 per abonnee voor de omroep met het laagste bereik en €0,73 per abonnee voor de omroep met het hoogste bereik. Bij gelijke bereikcijfers zouden deze bedragen op jaarbasis tussen €1,48 en €2,93 per abonnee uitkomen, met dus €2,17 als mediaanwaarde. Dat is een substantieel verschil tussen het hoogste en laagste bedrag, maar zo is de regeling op dit ogenblik in elk geval nu eenmaal opgesteld. Ter vergelijking kan ik nog meegeven dat tijdens het overgangsjaar 2014 voor elke regionale omroep een vergoeding van €0,4225 per kwartaal of €1,69 op jaarbasis was voorzien. Nu, om u een beetje uit deze cijferdans een rechte lijn te geven. Het goede nieuws is dat voor één regionale omroep dit een verslechtering is. Enfin, niet voor hen natuurlijk, maar voor alle anderen is het een verbetering. Dus ook in het kader van de vraag of het element in de vraag dat aangeeft hoe er bespaard is op de regionale omroepen, is dit toch ook een positief element dat moet en kan meegenomen worden. En zoals steeds ben ik bereid tot overleg met de betrokken spelers wanneer zij dat nodig achten. In de loop van 2012 werden tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse regionale televisieomroepen samenwerkingsakkoorden of samenwerkingsovereenkomsten voor een looptijd van 5 jaar afgesloten. Hierbij verbinden de omroepen zich ertoe om een aantal performantiemaatstaven en doelstellingen te realiseren.
Zo dient elke omroep voor de journaals en informatieprogramma's een gemiddelde waardering van minimaal 7 op 10 te halen. Dit waarderingsonderzoek is erop gericht jaarlijks, te beginnen in december 2012, betrouwbare waarderingscijfers te verschaffen en dit per omroep en per informatieprogramma. Zoals u ook aanhaalt in uw vraag, krijgen de zenders jaarlijks gedurende de duur van de samenwerkingsovereenkomst een geactualiseerd waarderingsrapport toegestuurd. De resultaten van de bevraging 2014, die dus liep van oktober 14 tot november 14, werden door mijn administratie op mijn vraag op 28 november 2014 aan alle regionale televisieomroepen overgemaakt. Per omroep wordt een apart waarderingsrapport overgemaakt waarin enkel de respectievelijke zender met naam vermeld wordt. Alle andere regionale omroepen worden geanonimiseerd. Dit om aan te geven hoe gevoelig dergelijke informatie voor deze omroepen is. Het blijft echter van belang dat de regionale televisieomroepen hun toestand en positie kunnen afmeten ten aanzien van de andere regionale omroepen. Vandaar dus de beslissing om met deze geanonimiseerde vergelijkingen en rapporten te werken. Het waarderingsrapport 2014 heeft de resultaten van de 2-meting, dus november 2014, vergeleken waar mogelijk met de resultaten van de 0- en de 1-meting van november 2012 en november 2013 en de ppm-meting van 2010. Gezien het gevoelig karakter van de informatie in het waarderingsrapport kan ik enkel algemene bevindingen meedelen. Helaas dient gesteld dat dit geen positief verhaal blijkt. De bevindingen over de journaals. De waarderingscijfers liggen van 8 van de 10 journaals significant lager dan in 2013 en er dient gesteld dat rekening houdend met het zogenaamde betrouwbaarheidsinterval geen enkel van de journaals in 2014 de waarderingsdoelstelling van 7 op 10 behaalt. 9 van de 10 journaals grenzen echter wel aan de norm van 7 op 10. Bevindingen voor andere informatieprogramma's binnen het waarderingsgegeven. Ook deze informatieprogramma's, rekening houden met nogmaals betrouwbaarheidsinterval, behalen de waarderingsdoelstelling van 7 op 10 niet. Ook hier grenst de meerderheid wel aan de norm van 7 op 10. De kleine minderheid haalt de minimale waardering van 7 op 10 niet, ook niet na toepassing van de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval. Dan het tweede objectief element, de bevindingen van de kijkfrequentie. Naar kijkfrequentie toe is het zo dat net zoals in 2010, 2012 en 2013 er ook voor 2014 substantieel meer respondenten zijn die verklaren minder te kijken dan zij die meer kijken naar hun regionale televisieomroep. Voor alle omroepen samen ligt de verhouding hoger dan 2 op 1. De groep die verklaart minder te kijken geeft ook een significant lagere waardering dan de groep die verklaart even vaak of meer te kijken dan 1 jaar geleden. De waardering van de groep die verklaart minder te kijken zakt bij vele omroepen. Ruim onder de drempel van 7 op 10. Verwacht mag worden, aldus PPM, dat minstens een deel van deze groep definitief kan, hier staat er bij mij geschreven, zal afhaken. Net als bij de voorgaande metingen blijkt dat de regionale televisieomroepen voornamelijk een ouder, dus 55-plus-jarig publiek aantrekken en op basis van de kijkfrequentie per leeftijdscategorie ligt het bereik bij de jongeren en jonge gezinnen zeer laag. Derde element, cijfermatig, het waarderingsonderzoek peilt ook naar de interesse van de kijker in regionaal nieuws. Net zoals in de voorgaande waarderingsonderzoeken blijkt dat er zowel bij jong als oud een grote interesse bestaat voor regionaal nieuws en informatie. Toch blijkt televisie steeds minder belangrijk te worden als informatiebron ten voordele van andere media en dan vooral websites, online informatie. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Deze trend is vooral sterk bij jongeren. De nieuwsprogramma's werden, net als in voorgaande metingen, ook beoordeeld op een aantal criteria. Hieruit blijkt dat de nieuwsprogramma's van de regionale televisieomroepen vooral niet goed scoren op de affectieve component. Met name de kijkers beoordelen in het algemeen het nieuwsaanbod als onvoldoende boeiend en aantrekkelijk. En de kijkers scoren de nieuwsprogramma's dan weer beter op vlak van actualiteit en betrouwbaarheid, wat dan zeker een positieve zaak is. De kijkers vinden dat de aangeboden nieuwsfeiten dus wel voldoende actueel en betrouwbaar zijn, maar ze verwachten meer geboeid en verrast te worden door het nieuws uit de eigen regio. Ik kan uit deze bevindingen enkel concluderen dat er nog veel werk aan de winkel is en hoop oprecht van de regionale televisieomroepen dat ze daar daadwerkelijk iets mee doen. Maar ik weet van bepaalde, om niet te zeggen van alle omroepen, dat dit het geval is. Zij zijn zich wel degelijk bewust, we hebben daarover nog een overleg gehad, van hun uitdaging. De vrijste ingrepen vragen immers behoorlijk wat inzet, tijd en aanpassing aan bestaande formats, die hopelijk al zichtbaar worden in de resultaten van de waarderingsbarometer 2015. Dan uw specifieke vraag in verband met de recente resolutie van het Vlaams Parlement. Zoals ik ook aanhaal in mijn beleidsnota Media 1419,
zal ik mijn administratie de opdracht geven een evaluatie van de samenwerkingsovereenkomsten en de decretale maatregelen uit te voeren. Ook de resultaten van de waarderingsbarometer zullen hierbij aan bod komen. Daar de huidige samenwerkingsovereenkomst eind 2016 afloopt, meervoud, zal deze oefening in de eerste helft van 2016 opgestart worden. Op basis van de bevindingen van deze evaluatieoefening en de hieruit voortvloeiende aanbevelingen zal ik in overleg met de Vlaamse regionale televisieomroepen bekijken hoe we de toekomst, de opdrachten van de betrokken spelers het best laten invullen. En het lijkt me dan ook opportun om, indien dit op dat moment nog relevant blijkt, in die zin kan ik wat aansluiten bij de tussenkomst van meneer Van Dalen, de aanbeveling uit de resolutie antiradicalisering mee te nemen in deze oefening. Dus we gaan dat zeker doen. Ze is natuurlijk nog, bij wijze van spreken, warm, dus we konden er nog nauwelijks al uitvoering aan geven, maar we nemen het mee in het globale debat en we zullen dan zien hoe acuut deze problematiek is of zou blijken te zijn. Ja, mevrouw Brouwers, het gaat niet over radio, minister, het gaat over televisie. Of het gaat geheel terzijde. Mevrouw Brouwers. Ja, meneer de minister, meneer de voorzitter. ik vond het een zeer interessant antwoord. Ik denk dat we misschien inderdaad een beetje vroeg, maar u heeft toch al heel wat elementen van evaluatie kunnen meegeven. En eerlijk gezegd ben ik toch wel een beetje bezorgd over de situatie van onze regionale omroepen. De cijfers zijn niet wat ze moeten zijn, hè, qua kwaliteit van de journaals enzovoort. Dus dat is toch iets dat opvolging verdient. Het is een fragiel medium, maar dat dan toch bij de senioren zeer geliefd is, waar dat we dus ook voldoende aandacht voor moeten hebben. Het is een groep die al wel eens vergeten wordt in de mediasector, als ik dat toch zo eens mag zeggen, zonder kritisch te zijn. Maar ik denk dat net daar een grote groep daar wel naar kijkt. En dan mag de kwaliteit ook wel goed zijn. Ik ben dus nog meer bezorgd omdat we dan nog net die besparing hebben goedgekeurd, althans in deze commissie toch al. Dus dat maakt het allemaal toch nog wat wranger. En ik wou eens horen, ik heb een sterk vermoeden over welke regionale zender het gaat. Maar ik ga het dan toch maar zeggen. Ik vermoed dat dat Ring TV is. Nee, toch niet? Met de laagste inkomsten vanuit de distributeurs, in verband met het bereik. Ik zal het navragen, mevrouw Brouwers. Ja. Ik heb alleen weet dat dit momenteel een probleem vormt voor TV Brussel. Dat is wat ik weet. Ah, het is TV Brussel opnieuw. Ja, maar ik wil het nagaan om zeker te zijn. Ja, omdat wij in Vlaams-Brabant toch ook nog heel specifieke problemen hebben. Okay, ja, maar ik toch kan zeker dat nu zijn. Niet bevestigen. Dat zou ik heel graag weten. Ja. Misschien dat u dat... Dat kan hier niet toegevoegd worden aan een verslag natuurlijk, maar dat u dat dan eventueel aan de commissieleden nog schriftelijk laat weten, omdat ik hoop dat het inderdaad niet de Vlaams-Brabantse zijn die een beetje dezelfde problematiek wel hebben als de Brusselaars. Hè. Dus we zitten daar soms in hetzelfde schuitje, toch? Laten we hopen dat het niet waar is. Maar dat dus de meeste, dus van de 9, zijn er 8 die wel dus substantieel verbeteren op dat vlak door de afspraken met de distributeurs. Dus dat is eigenlijk dan wel een positieve zaak aan het verhaal. Maar het blijft toch een beetje allemaal wat wankel. En ik denk dat de vraag dan in die zin toch op tijd komt. En dat we zeker begin volgend jaar, naar aanleiding van de evaluatie en dan de toekomstige samenwerkingsovereenkomsten, voorzitter, dat terug eens moeten oppikken. Om te zien hoe dat we eventueel nog wat kunnen bijsturen. Ik weet niet of daar decreetswijzigingen nog maar eens voor nodig zijn. Maar we moeten toch eens heel goed met de loep kijken naar deze belangrijke spelers. Toch vooral voor een bepaald deel van de bevolking. Voilà. Ik denk dat ik niet echt verdere vragen heb, maar ik wou nog maar eens mijn bezorgdheid uit. En u danken voor het uitgebreide en toch heel interessante antwoord dat we gekregen hebben. Collega's? Wel heel kort, voorzitter. Ik ben eigenlijk op het eerste gezicht niet zo bezorgd aan de hand van het antwoord van de minister. Het feit dat de inkomsten eigenlijk toch al iets hoger liggen, dat is op zich toch niet beangstigend. Wat TV Brussel betreft, ik dacht dat TV Brussel hoe dan ook een beetje apart regime geniet, wat financiering betreft. Dus zeker iets om op te volgen, hè, maar we zijn er ook mee begonnen met te zeggen, ja, het is eigenlijk nu dat eerste kwartaal waar we naar kijken, dat is nog een beetje kort. Ik denk zeker dat we dat in de toekomst moeten opvolgen, maar ik ga ervan uit dat de minister met zijn vele kabinetsleden dat in elk geval zal doen. Nog, collega's, ik moet wel, als ik mag aansluiten ook,
Wat mij is goed voor die, wat die financiële cijfers betreft voor de meesten. En ik hoop dat dat ook een kwalitatieve input kan geven. Want dat maakt mij wel heel ongerust. Hè? Twee dingen. Eén, er wordt, de waardering is lager. Hè? Dat is duidelijk. En velen... Allee, geen enkele raakt eigenlijk boven de lat. Hè? Nakende bij de lat, de grens er wel aan velen. Maar toch, dat is verontrustend. Hè? Echt waar, ik vind dat eigenlijk niet kunnen. En de vraag is natuurlijk of dat die financiële input die er nu wat bij komt, daar kan aan remediëren. Ik hoop het. Hè? Maar ik denk ook dat hier een ander verhaal nog speelt. Enfin, ik weet niet hoe u de regionale televisie volgt, collega's. En ik ben ook maar een pas prototype, maar voor mij is het ook een digitaal verhaal geworden. Hè? Bij ons kun je de verschillende items van de regionale televisie apart bekijken. En dat doe ik ook. Hè? Op de thema's die mij interesseren, ik denk dat daar ook een belangrijke toekomst ligt. Maar dat vergt ook goede journalistiek. Hè? En goede kwaliteit, net zoals televisie maken, het is niet anders. Dus ik denk, collega Brouwers, omdat u een suggestie doet, moeten we dat na de zomer eens terugnemen. Maar misschien moeten we daar eens bij stilstaan. Ik ben geneigd om te zeggen, misschien moeten we toch nog een jaar wachten om de volgende ronde aan cijfers en waardering te bekijken en dan te kijken of we dat beleidsmatig iets verder mee doen. Hè? Kunnen we die afspraak maken? Oké. Dank u wel, dan kunnen we deze vraag hierbij afronden. Ja. Neem we nu aan de regeling van de werkzaamheden. Gewoon even meegeven dat we volgende week zijn er twee hoorzittingen. Dat is van Fonds voor de Letteren. Ja, de VRT, hè. Uiteraard de VRT zelf. En in de voormiddag rond Letteren, dus zijn er geen vragen om uitleg of interpellaties. Donderdag, hè? Ja, er is ook maandag een hoorzitting, pardon. Hè? Dus het kan, dat valt nu goed samen, dat is gelukkig. Hè? Ja, de minister is eigenlijk bijna heel de dag, is pas vanaf 3 uur in de namiddag beschikbaar. En ja, met die hoorzitting die toch niet gedaan. Nee, die hoorzitting zal zeker niet gedaan zijn namiddag. Dus geen vragen om uitleg, we schuiven ze door naar de week nadien. En in dat kader aan collega Van Dalen heb ik een uitdrukkelijke vraag. Er staan, zijn twee vragen ingediend over de Talenie. Dat is 25 juni zou dat dan zijn. Maar we hebben op 29 juni interparlementaire commissie van de Talenie. De indieners, denk ik, zijn ook lid van de IPC. De vraag is, agenderen we hier of agenderen we bij jou? Wel, we gaan in elk geval ook agenderen in de IPC, dus we hebben daar al redelijk veel vragen. Ja. Ik weet niet of de collega's dat dan dubbel willen stellen of niet. Je hebt er zelf één, alleen maar, ik weet niet, dus voor mij is het gelijk, ik was ook in de twee, ze mogen voor mij in de twee geen probleem, en collega Driessen en jij hebben een vraag. Ik zal ze... Dat kennen ze ook, ah ja, hier niet. Hier niet, hier niet. En buitenlandse. Ik zal ze graag ook hier in de commissie. Oké. Okay. Ja. Doe dan de beide. Doen we dat? En dan... 25. Maar je het gras voor mijn voeten weg, collega, maar dat zal niet de eerste keer zijn. Nee, dat is. Dan doe ik het ook. Nee, maar dan kun je 29 euro voortgaan. Oké, dat is dat. Dan gewoon nog even meegeven dat alle andere hoorzettingen die gepland zijn, en er zijn er nog enkele tot recess, allemaal ingevuld zijn. Met alle sprekers en alle vertegenwoordigers zoals gevraagd. Dank u wel. Goed gemerkt van de secretaris, van de commissie-secretaris. Ja, de VRM moet nog bevestigen voor de indicatoren voor de VRT, hè, die ze moeten halen. Het rapport daarover dat ze hier normaal gezien presenteren voor het eerst publiek. Ja, dus dat is dan, ja. Ja, de VUB-studie, ja, de VUB-studie, dat is een studie... die in opdracht van de VRT zelf is gemaakt. Hè? En waarvan dus de VRT mag beslissen of ze die wel brengen of niet wel brengen. Wij zouden die graag hebben, hè? Dat is duidelijk, maar het zal in dat geval gebeuren samen met de rest van de presentatie. Ja, ja. Dus de VRT heeft dan zowel het jaarverslag, dat u gekregen hebt, denk ik, gisteren, collega's, ik toch. Eventueel de VUB-studie, afhankelijk van wat zij wensen, en dan hun visie op de nieuwe beheersovereenkomst. Dat is ook geregeld. Hè. Voilà, dat is dat. Ik denk dat dat voor nu het bijzonderste is. Ja, dan moeten we nu afspraken wat we nu gaan doen, denk ik. En, ja. Caroline. Voorzitter,
ingangen had ik u eens de suggestie gedaan voor de week na de 10 juli, hè, aangezien dat het bureau beslist had dat wij mogelijk nog wat andere activiteiten zouden kunnen doen. Ja. Was de idee, de suggestie, om eens te zien of dat we in die week van de 13 juli, in plaats van een echte commissievergadering, samen een culturele uitstap, bijvoorbeeld naar Mons, hè, wat we op onze agenda alles hadden gezet, om te zeggen van op die manier eindigen we ons werkjaar op een aangename, nuttige, culturele, inspirerende manier. Nee, de week van de 13 juni, dus dan kom uit op donderdag 16 juni. Ja. Juli. Ik zie dat ze, ik vind dat een goed, ik vind dat een goed voorstel. 16, als we het houden op donderdag. Hè? Ik vind dat een goed voorstel. Ik weet niet of jullie dat een goed voorstel vinden. Juli, juillet. Ja, om echt het werkje. Ja, we gaan naar Mons, hè. Ja, juillet. Ja. Ja, maar het zal altijd wel iets zijn, maar het was zo het moment van, allee, ja. Je ziet een ruime groep mensen dat zitten. Ja, ik ga niet. En wat dan? De woensdag. De woensdag. Ja, nee, waarom? Geen plenaire zijn. Is het zeker dat er geen plenaire is? Ik zou echt wel graag meegaan. Ja, behalve als er alweer een incident is. Ja, maar nee. De woensdag? Plannen we de woensdag? De mercredi, mijn cher collega. Wel, tips wat we gaan doen in Mons worden ingewacht bij de... Maar ik stel wel voor dat ik aan hun diensten vraag om onze programma voor te stellen. Ja, wacht, ja. We vragen aan hen om een programma voor te stellen. Ja. Ja. Johan Vrees, ja, dat is een Vlaamse, zit daar in het coördinerend team alleszins. Johan Vrees, ja. Jullie en... Ja, 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 ik weet het. Het was niet alleen culturele bezoek, maar je wilt ook inzicht hebben in de kas, hè. In de werking, hè, maar dat ik vind... Ja, 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 akkoord. De transfers vanuit Vlaanderen wel vooral, maar... Dat misschien vooral blijken toe. Ja, ik stel wel voor een hele dag. Inclusief terrasjes. Hè? Is het goed? Oké. Ja, collega's. Maar voor we beginnen aan het volgende punt. Maar de secretaris maakt zich zorgen en al dat niet terecht. Hoe gaan we het volgende punt, met name het advies, aanpakken? Marius. Excuseer, ik nog even tussenkomen. Er was een vraag ook vanuit onze fractie om eventueel toch in overweging te nemen om de, misschien is dat eruit al gezegd van, om de regeling der werkzaamheden, doen we meestal op het einde gezegd, van de commissie, om het is al gezegd geweest. Neemt u dat mee voor of minister was daar niet voor. Enkele dingen daarover, we kunnen op elk moment altijd beslissen van de werkzaamheden te regelen. We zitten hier ook wel een beetje met een afspraak met een kabinet, dat als je een minister uitnodigt voor vragen, dat je die niet laat wachten tot wij met onze werkzaamheden klaar zijn. Dat is wel een beetje de algemene parlementaire geplogenheid die altijd hier... Kwart voor tien. Ja. Oké, we... We kunnen om 9:45 de werkzaamheden regelen en om 10:00 met de gewone vergadering. Nee, goed, hè? Ja. Nee, goed. Ja. Waar moet je de minister om 10:00 kwart laten komen? Hè? Ja. Dat kan je ook doen, dan. Kom maar, we hebben nog een serieuze agenda. Ja. Wat doen we nu? Voorzitter, Katie. Ik ben echt wel voorstander om een vast moment van die regeling der werkzaamheden. Is dat om 10:00 en dat de minister dan maar 9:45 komt, of 9:45, of om 12:00, mij eender.
maar dan weet ieder commissielid om 12 uur of om 10 uur is er regeling der werkzaamheden, dus ik moet zorgen dat ik er dan ben als ik absoluut iets wil zeggen. Maar nu is dat na de vragen. Ik stel eigenlijk voor om dat te doen om 9:45 of 10:00. 10 uur. 10 uur en we vragen aan de ministers in het vervolg om 9:45 te komen. Die zal er geen bezwaar tegen hebben. Oké, dat is gedaan. Ja. En dan... Ja, ja, dan ja, moet de maandag hier zijn. Ja, maar nu zeg je nadien, en de ene keer is dat om 12:00, het is een keer 1:30, 1:30. In principe kun je eigenlijk alleen maar dingen beslissen als je een quorum hebt. Hè. Maar ook in de regeling der werkzaamheden. Ook in een quorum, maar dus in die zin een beetje discipline. Voor straks, die punt dat we nu behandelen, en voordat we weer een open zetting gaan, is er iemand die een voorstel of een bepaalde werkwijze in gedachten heeft, of gaan we eerst de bespreking gewoon doen en achteraf concluderen? Hoe dat we het verder aanpakken, of gaan we gewoon de bespreking doorsturen aan de commissie binnenlands bestuur? Mevrouw Koet, het is nog gesloten zetting. Ja. Ik weet niet of dat een suggestie kan zijn, maar dat elke fractie een aanzet geeft, een tussenkomst doet en ik vermoed dat elk zijn eigen accent legt, dus echt een hele consensus zal er waarschijnlijk niet zijn, maar dat we dan dat verslag eigenlijk als advies meegeven. Camilla? Oké, dan gaan we dat zo doen, dan stel ik voor dat er iemand anders de vergadering komt voorzetten. Ik heb zelf een vrij stevige tussenkomst gemaakt, dus ik ga in de zaal zetten. Nu, nog een vraag. Als u tekst net voorbereidt, kunt u mij die dan ook bezorgen? Want dit is iets wat op zeer korte termijn aan een andere commissie moet overgemaakt worden. Voilà. Dus als u mij die kunt bezorgen namens uw fractie, dan is het verslag al sterk. Oké, dat is gewoon even de vraag. Ja. Voor de regeling der werkzaamheden, zouden we dan het verslag van de woord en het verslag van de... Ja, dat er is al... Er staat al iets online. Ik zou nog heel even, voordat we in het publiek gaan, willen vragen nog voor de regeling der werkzaamheden. Er was ook nog de vraag van de VRT om op bezoek te gaan, maar opnames van eigen kweek. Ja, ik heb een mail zien circuleren, maar het is maar gewoon van, gaat dat door, gaat dat niet door? Tenzij dat wordt herroepen, hebben we 7 inschrijvingen van leden. We hebben 4 fractiemedewerkers en dan nog iemand van het kabinet, denk ik. Dus dan 4 fractiemedewerkers? Plus 7 parlementsleden. Dus we gaan daar met 12, 13 man zijn. Dat lijkt mij, 6 juli. Ik moet nog even zien of het... Er zijn 6... Het is na de middag. Ja. Er zijn 6 West-Vlaamsleden plus 1 Oost-Vlaamslid, die zullen meegaan. Nee, oké, maar dus er zijn meer dan voldoende inschrijvingen, 6 juli, Zowel voor de uitstap naar West-Vlaanderen en naar Mons, is er vertaling voorzien voor de niet-West-Vlaanderen? Je weet ook dat... We zullen vragen dat het programma ondertiteld wordt, zoals altijd. Ja. En misschien dan ook in gebarentaal, Daar moet ter je promotie van de Vlaamse gebarentaal. Ja, moet je wel met een grap. Goed, collega's, misschien is het gemakkelijkste dat we even het lijstje maken van wie dat er een tussenkomst wil doen namens de verschillende fracties of persoonlijk. Ja. 1, 2, 3... En Marius, oké, en ik zal dat ook doen namens mijn commissie. Ja. Ja, maar ik was aan het... Ja. Dan zal ik als eerste het woord geven aan collega Soens. Ja, ik wou gewoon nog een paar puntjes zeggen over jeugd. Mijn excuus dat ik er vorige week niet was bij de hoorzittingen, maar ik heb gehoord dat mijn collega Segers... mij goed heeft vervangen. Tuurlijk, je kunt voor of tegen die inkanteling zijn en iedereen kent ons standpunt daar wel over. We hebben dat al genoeg in de commissie
aangaat. Blijft wel een feit dat je, voordat je inkantelt, eerst 10% erop bespaart als ik het over jeugd heb. Dus het zal sowieso al moeilijk zijn voor de gemeentes om het niveau op peil te houden. Twee, we zien ook besparing naar de ondersteuning van die gemeentes. Als ik kijk naar de besparing op VVJ, -12,5%, wat toch essentieel is om die lokale jeugdwerking te gaan ondersteunen en te garanderen. Dus we vrezen dat niet alleen de gemeentes het moeilijk zullen hebben, maar dat ook de ondersteuning vanuit Vlaanderen daar wat kort zal schieten. Er zijn ook een aantal zaken die de minister wil doen, zoals bijvoorbeeld brandveiligheid, dat toch heel lokaal geregeld is, maar waarbij dat hij eigenlijk zijn incentives, zijn mogelijkheden uit handen geeft. Dus dat vinden we toch wel jammer. We zullen in ieder geval opvolgen hoe dat hij daar wel op inzetten, zonder dat hij daar eigenlijk de mogelijkheden toe heeft. En tot slot vragen wij uiteraard de oormerking van de gegevens en van de middelen en de monitoring van het toekomstige beleid, zodanig dat wij dat ook hier vanuit Vlaanderen heel erg kunnen opvolgen wat er gebeurt in die gemeentes. Collega Meremans? We gaan een beetje afwisselen tussen meerderheid en oppositie. Okay. Daar gaat hij. Ja, mevrouw de voorzitter, collega's, eerst en vooral misschien teruggrijpen naar het Vlaams regeerakkoord. Hè. Een akkoord gesloten tussen diverse partijen. En het is logisch, denk ik. En dat is ook een logisch gevolg dat wat daarin staat ook in uitvoering wordt gebracht. Ja, dat lijkt mij een logische stap in een democratie. En ik wil toch even teruggrijpen. Hè. Dus het regeerakkoord vertrouwen verbinden. Vooruitgaan. En dat stelt het regeerakkoord voorbouwend op de interne staatshervorming uit de vorige bestuursperiode geven de gemeenten en steden nog meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheid. We versterken hun bestuurskracht en autonomie. We integreren de lokale sectorale subsidies aan lokale besturen in het gemeentefonds, wat hen meer autonomie en minder planlast oplevert. Zo staat het geschreven in het regeerakkoord en dat voeren wij dus ook uit. En ik denk dat als je kijkt naar de stappen die voorheen gezet zijn in de geschiedenis, dan is dit een logische volgende stap. Je ziet minder centralisme, meer decentralisatie, meer naar steden, meer naar verantwoordelijkheid, meer naar vrijheid voor steden en gemeenten. Dat is ook een beetje de rode draad die doorheen dat regeerakkoord loopt. Was het nodig vroeger vanuit de Vlaamse overheid om die sturende rol, die echt dirigistische sturende rol op te nemen? Ik denk het wel. Ik denk dat het ook nodig was toen, dat het ook gebeurde. In elk tijdsgevricht is dat nodig. En ik denk dat ook resultaat heeft opgeleverd. Maar we moeten ook zeggen dat de voorbije legislatuur, ik ben er in het parlement gekomen in januari 2013, ik ben daar voortdurend, heb ik gehoord in het parlement, vanuit de plenaire vergadering van collega's, zeggen van kijk, ja, te veel regeldrift, te veel betutteling, geef ons meer vrijheid, geef ons meer autonomie, hoorde ik vanuit de bezonjes vanuit de lokale mandatarissen. Dus een heel grote bekommernis, mevrouw Edrissi, voor het lokale niveau. En dat, ja, dat resulteert natuurlijk in meer verantwoordelijkheid die gepaard gaat met meer vrijheid. En een verandering, wat logisch is, brengt altijd wat onrust met zich mee, brengt altijd bezorgdheden met zich mee. En ik verwijs naar vorige week toen meneer De Rink, professor De Rink, hier een tussenkomst hield en hij heeft verwezen dat in het verleden ook al heeft plaatsgevonden dat bij veranderingen er onrust was van wat gaat er op ons afkomen, wat gaat er gebeuren en dergelijke. Dus hij heeft dat ook gekaderd in een recent historisch gegeven. Nu, de inkanteling van 130,5 miljoen euro als aanvullende dotatie in het gemeentefonds, daardoor wordt die autonomie versterkt en op die manier kunnen gemeenten eigen klemtoon op maat leggen in de uitbouw van de lokaal beleid. En zij zullen daarvoor verantwoording afleggen aan hun burgers. Dat betekent dat door meer vrijheid te geven, leg je ook verantwoordelijkheid. Dus maar ook de verantwoordelijkheid van de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen is ook belangrijk natuurlijk, want die gaat dan bepalen, die gaat evalueren hoe het gemeentelijk beleid naar zijn of haar dunken is gevoerd. Nu, planlastverlaging. Ik denk dat dat iets wat iedereen nastreeft, hoop ik, in het parlement.
En je kan zeggen van, kijk, ja, verantwoordingsnotas, gedetailleerde plannen. Nu, vraagt ook veel tijd. En een gedetailleerd en mooi uitgeschreven plan met een mooie tekening bij, mooie grafieken, is belangrijk, is goed, maar is geen garantie voor een beter lokaal beleid. En het opmaken van een beleidsplan, zoals ik zeg, dat tegemoet kwam aan de prioriteiten van de Vlaamse overheid, is inderdaad nooit een garantie geweest voor beter lokaal beleid. Het is naar mijn inziens belangrijk dat een gemeente een beleid voert en een plan maakt op maat gesneden van lokale behoeften. Wat prioritair is voor gemeente X, niet noodzakelijk prioritair voor gemeente Y. Ik denk aan bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven, was ooit een prioriteit in het jeugdbeleid waarin men zei jeugdcultuur. Ik vond het heel tof, omdat ik ook schepen van cultuur was, kon die twee combineren. Maar ik kan me best voorstellen dat in een gemeente waar bijvoorbeeld heel veel jongeren het moeilijk hebben, waar bijvoorbeeld armoede is, waar meer kansarme gezinnen zijn, men zegt van kijk, we gaan die middelen nu volop gaan gebruiken om die kansengroep meer te benadrukken. Dan kan dat, dat is het mogelijk, denk ik, moet mogelijk zijn voor die gemeente. En men zegt dan een gemeente met visie, die zal sowieso haar burgers betrekken bij de opmaak van haar beleid. De adviesraden zijn decretaal gehandhaafd. Het is aan de burger dan om te beslissen of er goed werk wordt geleverd. Adviesraden en andere inspraakorganen die moeten dan ook voluit hun rol spelen, net als politici. Ik wil daar wel iets bij zeggen, namelijk het opleggen van een adviesraad betekent niet automatisch dat er ook goed werk geleverd wordt. Want alles staat of valt met de invulling van die adviezen. Ja? Dat is enorm belangrijk, denk ik. Ik ga een voorbeeld geven van een cultuurraad. Je hebt bijvoorbeeld gemeenten of steden waar dan in die cultuurraad, en vergeef me de uitspraak, de usual suspects zitten, maar waar je zegt van oké, hier is te weinig dynamiek of wat dan ook, dat moet je daar ook, denk ik, als lokaal uitvoerend mandataris aandacht voor hebben om dat ook te vernieuwen. Maar nogmaals, dat kan de Vlaamse overheid, welke regel ze ook oplegt, kan dat nooit daar gaan in vastleggen. De nieuwe rol van de Vlaamse overheid is trouwens een coachende overheid. Dat is een partner. We hebben minder betutteling, minder regels, wat ook de vraag was van gemeenten en steden. Nu, vertrouwen. Een deel van het middenveld, want je moet altijd, denk ik, een onderscheid maken tussen, ik zeg het altijd, middenveld, een belangrijke partner, tussen wat een organisatie zegt, hè. Dat is meestal dan de top van de organisatie of de kaders. Meestal vertegenwoordigen zij wel wat aan de basis wordt gezegd. Meestal, maar ik heb ook al gemerkt dat het niet altijd zo is. Dat is trouwens ook met andere bewegingen ook zo. Ik geef het gewoon maar mee. Dat je soms wat dan gezegd wordt, ook soms een genuanceerder beeld geeft van wat bij de basis leeft. Maar goed, geef dat gewoon mee. Nu, zij zeggen van het middenveld zegt dus dat door het niet meer oormerken van de subsidies, het lokaal sectoraal beleid aan belang zal inboeten. En daarom zeggen ze van houd toch een sturing vanuit Vlaams niveau. Nu, ik vind heel wat, als ik praat met schepen en burgemeesters, zeggen van, maar ja, wij zijn veel meer dan enkel maar de uitvoerder op Vlaams niveau als goed voor heel Vlaanderen wordt geconcipieerd. Ze zeggen, wij doen nu al heel veel en wij willen eigenlijk die volledige vrijheid. Ik wil ook nogmaals erop merken dat de subsidies vanuit de Vlaamse overheid, en zo ook al gezegd door de commissievoorzitter, dat vertegenwoordigt maar 20%. De gemeenten en steden leggen daar een pak bij van 80%. Moesten de gemeenten en de steden enkel werken met wat ze krijgen van de Vlaamse overheid in jeugd, cultuur en sportbeleid, dan zal er niet veel sport al recht staan en dan zal er niet veel ondersteuning zijn van jeugd, cultuur en sport. De gemeenten zien zelf ook wel die noodzaak in om daar een beleid rond te voeren. Ook daar zie je een evolutie. Als ik met sommige mensen spreek, niet allemaal, maar sommigen, dan is dat vertrouwen in de lokale besturen vrijwel nihil. Maar ik denk dat je ook moet zeggen dat de schepen of de burgemeester van de jaren 60, 70 is niet meer de schepen en burgemeester van de jaren 2000. Laat ons heel erg duidelijk zijn. Bij sommigen misschien wel. Ik zie mijn collega kijken. Ik ken er ook nog zo een paar. Maar toch zie je dat die professionalisering ook zich wel doorstelt in die Vlaamse, in die lokale besturen. Men zegt van, kijk, dat gaat het argument zijn. Ja, maar die sturing was nodig als hefboomfunctie.
als hefboomfunctie. We hebben vorige week gehoord, meneer De Rink horen zeggen dat die hefboomfunctie eigenlijk totaal voorbijgestreefd is. Dat is eigenlijk, de gemeenten doen dat zelf al, zegt hij. Dus die hefboomfunctie is eigenlijk ook niet meer nodig, want de middelen verdwijnen niet. Hè. Het is dus niet zo dat wij morgen gaan zeggen, hop, want dat wordt soms gecreëerd als indruk van, er gaan veel minder komen, niet waar, middelen blijven dezelfde. Ze gaan gewoon naar de gemeenten en steden daar zelf kunnen over beslissen. De vrees dat bibliotheekbeleid er gaat op achteruit gaan, is bovendien niet gebaseerd op harde feiten. Men gaat zeggen, ja, maar dat is wel, want er is al bespaard door gemeenten en steden. Dat lijkt me ook nogal logisch. Ik hoop echt dat steden en gemeenten besparen. Want als zij meer uitgaven hebben en minder inkomsten, zijn er twee mogelijkheden, collega's. Ofwel gaan ze besparen en doen ze een efficiëntieoefening, ofwel halen ze het bij de burgers en de ondernemingen en de middenstanders in hun eigen stad of gemeente, wat mij geen goede evolutie lijkt. Dus ik hoop dat ze inderdaad ook wel besparen. Maar dat is ook begonnen vanaf 2013. Als men aanhaalt, de filialen van bibliotheken wordt soms aangehaald. Ja, dat was geen enkele verplichting dat een gemeente op dit ogenblik filialen handhaaft. In mijn eigen stad zijn door het bestuur, en dat zal dan bij andere gemeenten, besturen zijn van andere partijen, speelt geen rol, hebben ze filialen gesloten. Dat kon perfect. Als men zegt, de verplichting van de bibliotheek is weggenomen, oké, maar op dit ogenblik, als mijn eigen stad nu zegt van, op het basis van het huidige decreet, als mijn eigen stad zegt, kost te veel, we gaan ons bibliotheek sluiten, maar wij gaan een bibliotheek openen in samenwerking met twee andere gemeenten rond ons, dan zijn zij voor het decreet volledig in orde. Dus met andere woorden, je mag ook niet altijd je vastklinken aan bepaalde elementen. We moeten kijken naar het terrein. Nu, het zal in elk geval de gemeenten en steden in staat stellen om een transversaal geïntegreerd beleid te voeren. En begrip voor die bekommernis, uiteraard hebben we begrip voor de bekommernissen. En we luisteren ook, en dat is ook nodig, dat we luisteren naar het middenveld. Maar we moeten ook zeggen, en dat horen we dan ook wel, want we hebben ook mensen gehoord in de hoorzitting, die het de normaalste zaak van de wereld vonden, dat die overheveling gebeurt. Die zeggen van, kijk, ja, dat is de logica zelf, dat hebben we ook vernomen. Maar een uitdaging, maar ook tegelijk opportuniteiten. Dus ik vind ook wel dat gemeenten en steden ook een opportuniteit hebben. En ook voor het middenveld is daar een opportuniteit. Want ik denk dat ze nu nog meer dat lokale zullen moeten gaan benadrukken. Daar ben ik van overtuigd. Langs de andere kant zullen zij ook meer misschien moeten gaan bewijzen dat ze die lokaal relevant zijn. En ik denk echt wel, daar zie ik de zaken wel positief in. Dus ik ben niet zo, ik ben helemaal niet pessimistisch zoals sommigen dat uitschijnen. Besparingen. Nu, de gebundelde sectorale subsidies worden inderdaad niet meer geïndexeerd. Dat wordt door sommigen beschouwd als een besparing. Nu, je mag ook niet vergeten dat de openbare financiën op alle niveaus, en dat is niet enkel in Vlaanderen, dat zal ook voor de provincies, voor zolang ze nog bestaan, zo zijn, en ook voor gemeenten en steden, staan dus overal onder druk. Maar tegelijk zie ik ook een enorme inspanning vanuit Vlaanderen, wat men zegt van het gemeentefonds stijgt jaarlijks met 3,5%. Dus zomaar zeggen van, kijk, het gemeentefonds, of hoe zal ik zeggen, Vlaanderen investeert meer in gemeenten. Ik denk dat een indexering van 3,5% voor het gemeentefonds, het is meer dan indexering, is gewoon een toevoeging. Ik denk dat toch wel een enorme inspanning is. Nu, het zal wel zo zijn, dat heb ik hier ook al gezegd, dat gemeenten en steden, net zoals Vlaanderen, zullen dus keuzes moeten maken. En zullen inderdaad ook wat betreft cultuurbeleid, ook betreft jeugdbeleid, moeten kijken van, kijk, wat zijn de prioriteiten hier. Een van die zaken die we toch gehoord hebben vorige week en waar ik ook al in het verleden de nadruk heb op gelegd, is inderdaad die regionale samenwerking. En ik denk dat gemeenten, dat is een open deur intrappen, dat zeggen we allemaal, maar dat inderdaad samenwerking met anderen, met partners, maar ook met de andere gemeenten en steden in hun regio, toch essentieel is.
En ik hoop echt dat het een evolutie is die zich verder zet. En ik hoop eigenlijk ook dat vanuit dat we dat ook als coachende overheid dat ook gaan stimuleren. Nu, de inkanteling is meteen ook, en dat wil ik toch wel zeggen, een sterke upgrade van het lokaal beleidsniveau. En dat vind ik toch wel essentieel. Het lokaal beleidsniveau wint aan belang. En we zien heel duidelijk dat sommigen zeggen van nee, je moet vanuit Vlaanderen, want je knipt de band door, zegt men dan, tussen Vlaanderen en de lokale besturen. Ik denk dat niet. Ik denk dat eerst en vooral impulsen en incentives zullen blijven. Maar ik denk ook dat indien een jeugd-, cultuurbeleid, sportbeleid of gelijk welk beleid lokaal niet voldoende is of niet goed, dan heb je twee manieren als Brum te reageren. Je hebt je inspraakorgaan, één, die waarschijnlijk ook soms spontaan groeien. En twee, je hebt nog steeds je lokale verkiezingen waarbij je mensen kan terechtwijzen of een andere ploeg kan aanstellen. Nu, die sterke upgrade, ik heb het al gezegd, van herhaling, meer vrijheid, je neemt er ook meteen de verantwoordelijkheid bij. En ik denk dat het inkantelen van die sectorale subsidies in het gemeentefonds een logische stap is, ik heb het al gezegd, logische volgende stap in een proces dat wij reeds gestart zijn in vorige bestuursperioden. Ik denk dat het een groot bewijs is van waardering voor de lokale autonomie. En daarom zullen wij als fractie ook, geven wij natuurlijk een positief advies en zullen we het decreet dan ook steunen. Ik dank u. Collega Caron. Ja, dank u wel, collega's. Ik zal mijn commentaar geven en op het einde een advies formuleren over dat decreet. En ik zal een en ander kritisch evalueren, maar ik wil ook een eindweegs meestappen. En dat zou in een constructief advies op het einde moeten resulteren. Ik wil wel even terug naar het begin van dit decreet. Dit decreet lijkt wel een overval. Het is haastwerk zonder algemene visie op decentralisering, zonder behoorlijk voorafgaand overleg met sectoren, zonder behoorlijke afweging nog motivatie en zonder visie op een vernieuwd beleid, zonder consistentie. Sorry, maar het is niet anders. Naar de hoorzitting even van vorige week. Het was een interessante hoorzitting. Het was een moment van vragen en twijfels. Interessante hoorzitting. Jammer dat de VVSG en Hart boven Hart geen forum kregen. Het zou de diepgang nog versterkt hebben, vergroot hebben van de hoorzitting. Maar niettemin, ze was interessant. To the point. Ik wil beginnen met een lesje geschiedenis. En u mag het mij kwalijk nemen, maar ik ben zelf in mijn persoonlijke professionele carrière een illustratie van het traject die decreten en de voorgangers van hebben gelopen. We hebben het hier eigenlijk vooral over drie decreten die grote verdiensten hebben. En laat ons eerlijk zijn, er is een reusachtige weg afgelegd sinds de jaren 90, zelfs sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Op vlak van cultuur, jeugd en sport lokaal. Die decreten hebben grote verdiensten gehad, zeker voor jeugd en cultuur. Grote impact, al is die impact vandaag veel kleiner geworden. Weet u, we hebben bijna overal in Vlaanderen degelijke culturele infrastructuur die professioneel gerund wordt. Idem voor lokale openbare bibliotheken. We hebben een vrij breed, sporend en geïnspireerd lokaal cultuurbeleid. En overal bloeit het jeugdwerk. En er is overal een breed sportaanbod. Niet overal is de kwaliteit daarvan even hoog, collega's, maar in veel gemeenten is dat wel zo. Sport ga ik even apart op in straks. Er is dus veel te verliezen. Maar er is ook wel veel gerealiseerd, laten we dat ook eerlijk zeggen. En de techniek die vergt wel enige duiding, want vaak wordt gezegd wat Vlaanderen aan de lokale besturen geeft, vertegenwoordigt slechts een beperkt deel van wat Vlaamse gemeenten spenderen in de praktijk. En dat is ook zo. En dat is trouwens altijd de bedoeling geweest, hè, collega's. Immers, uit de geschiedenis van die decreten blijkt meer dan ooit dat we uitgingen van een grote zelfbeschikking en autonomie van de gemeenten. Het ging om impulsen aan de steden en gemeenten, om impulsen om te investeren in cultuur en jeugdwerk, in sport. En die impulsen hadden een groot multiplicator effect. Ik zeg altijd al lachend, de Vlaamse gemeenschap heeft nooit de voordeur betaald, maar wel het slot. En zonder slot kun je ook niet binnen in je huis. Dus gemeenten kregen ook geen pak verplichtingen opgelegd, waren de collega's, behalve misschien voor bibliotheekwerk, want dat is de enige verplichting die erin zat. En dat is al lang een verplichting. Omdat de toenmalige
De toenmalige politici, cultuurpolitici zou ik zeggen, het belang van lezen, het belang van toegang tot cultuur en informatie, hoog in het vaandel voerden. En daarbij zelfs, en ik refereer even naar de periode van mensen als Frans van Mechelen en Rika de Bakker, maar ook de opvolgers van, omdat zij ook het emancipatorische ervan en dat cultureel ideaal van volksontwikkeling koesterden en cultuurspreiding koesterden. Ik wel ouderwetse termen nationaliteit verwijst, maar het zijn misschien ook wel maatschappelijke doelstellingen die niet zomaar weg te gommen zijn vandaag. Dus die techniek, die subsidietechniek van gedeelde investeringen is niet uitzonderlijk, als ik dat even mag zeggen. Het is ook vandaag een beleid dat heel vaak gehanteerd wordt, een vorm van impulsbeleid. Vergelijk het dus met de premies voor isolatie of met de premies voor restauratie en de monumentenzorg. Je krijgt daar ook geen 100% voor. Je krijgt daar 20 of 40% voor, naar gelang het type inspanning die een gemeente bijvoorbeeld doet bij de restauratie van een gebouw in de eigen, van het eigen patrimonium of in de lokale gemeente. Overigens, collega's, en vooral collega Meermans, maar dat weet u eigenlijk, hè, de gemeenten hebben nooit geklaagd over die vrij beperkte subsidie. Hè? Over dat percentueel beperkte gedeelte. Overigens, voor cultuur gaat dat over 104 miljoen euro, dat morgen overgeheveld wordt naar een... dus dat is in het totale cultuurbudget een kwart, iets meer dan een kwart van het totale cultuurbudget, toch significant in totaliteit, denk ik. De schepenen van cultuur, jeugd en sport, mag ik u zeggen, hebben dankbaar gezwaaid op een schepencollege met de decreten en met de regelgeving in hun gemeente. Als vertegenwoordigers van toen zachte sectoren, en om die manier toch een en ander te kunnen realiseren, en ik wil hem daar trouwens voor geluk wensen. Professor De Ring die heeft op de hoorzitting de levenscyclus van de decreten heel mooi geïllustreerd. Hè. U weet wel, van zeer strakke regelgeving over gebundelde naar planningen naar beleidsvrijheid. En het bibliotheekdecreet in Vlaanderen, dat een van de eerste kinderen geweest is na de eerste staatshervorming, collega Meermans. Hoe kon het symbolischer zijn dat die eerste decreten over cultuur gingen, toen Vlaanderen bevoegdheden bijkreeg. Maar die eerste fases van die levenscyclus van de decreten hebben wij altijd ondersteund en zelfs ook mee vormgegeven in het verleden. En nu dat we aan die laatste fase komen van die decreten, voel ik mijzelf ook wel wat geremd en ongemakkelijk. Hè? Want de theorie die meneer De Rink aanhaalt, die klopt eigenlijk wel met de praktijk. Er is een evolutie geweest van betutteling naar autonomie. Dat is zo. En dat is een goede evolutie. Dat kunnen we niet ontkennen. En dat is zelfs zichtbaar in de verschillende wijzigingen die de decreten hebben ondergaan. Kijk daar eens naar. Hè? Die zijn geëvolueerd richting meer lokale zelfstandigheid. Betuttelende regels die zijn altijd afgeschaft in de loop van de tijd in verschillende stappen. De bijbehorende planlast is ook verdwenen. Maar ook met onze steun, waarde collega's, als ik dat even mag zeggen. En na de laatste wijziging, ook met N-VA in de regering, was er, zo dachten we, een evenwicht gevonden tussen lokale autonomie en een zeer beperkte Vlaamse aansturing op beleidsprioriteiten. U herinnert nog, hè? Voor wie in de lokale gemeenteraad zit, die kent het maar al te goed. Al moeten we in alle eerlijkheid toegeven, collega's, dat die beleidsprioriteiten van Vlaanderen zo ruim opgevat waren, dat je echt wel een oen moest zijn om daar niet aan te voldoen. Hè? Wat is dat anders geweest dan een operatie schone schijn? Il faut être honnête. Schone schijn, daarboven is dat instrument van die meerjarige strategische planning, u kent ze goed, niet zo makkelijk te hanteren, hè? Laat staan te begrijpen, en zeker al niet zo doorgrondelijk collega Meermans voor lokale adviesraden. Hè? Als zij daarmee moeten omgaan, jongens. Hoe moet een jeugdraad daar, die heeft daar meest last van, in godsnaam mee omgaan. Even over dat sportbeleid heb ik gezegd. Er is geen protest tegen de inkanteling in het gemeentefonds. Hoe zou dat dan komen? Hè? Waarom is die sector zo anders? Ik kan het enkel verklaren vanuit de historie. Met vooral de toepassing van de lokale sportdecreten. En het Blozo heeft ongetwijfeld grote verdiensten in het sportbeleid. Maar heeft zich ten aanzien van de lokale besturen heel sturend en inspecterend / controlerend opgesteld. Noem het maar gerust regelnieverij. En de goede bedoelingen van die verschillende ministers van sport, en er zijn er wel wat gepasseerd, die waren goed, ongetwijfeld, maar die werden ondergesneept in pieterpeuterige regelgeving en strakke controle.
Daarboven was de inbreng van Vlaanderen in sportmiddelen piepklein. Veel te weinig. En ik zal het hardop zeggen, maar collega Meermans, ik heb het ook vaak bekritiseerd, ik mag het zeggen. De wijze waarop Brozo handelde is een perfecte illustratie van een totaal voorbijgestreefde keizer Kosterstijl. Die stijl trouwens, collega's, die stijl van het Brozo ligt trouwens in sterke mate aan de basis van de negatieve beeldvorming over plannen, over een administratieve overlast in het vrije tijdsbeleid. Of brutaler gesteld, die aanpak heeft een negatieve beeldvorming, geheel onterecht trouwens, gecreëerd over lokaal jeugd- en cultuurbeleid meegemaakt. Die aanpak in jeugd en cultuur was trouwens veel opener, veel kwalitatiever en veel meer op samenwerking gebaseerd dan in sport. Ik zei het al, weinig of geen schepenen, jeugdconsulenten of cultuurfunctionarissen, cultuurbeleidscoördinatoren of bibliothecarissen die klachten hadden over het decreet. Dus wat? Gedane zaken nemen geen keer. Het is tijd dus voor een bijstelling, maar vooral wel beeld neem ik in die bijstelling nu waar. Wat nu gebeurt is dus tabula rasa maken van de regels. Het zou kunnen zinvol zijn, zeker. En het is het zelfs grotendeels ook. Maar toch klopt dat beeld niet. Want het lijkt wel te gaan om een platte en zelfs langdurige besparingsoperatie. Er wordt 5-10% weggeknipt. 5 voor cultuur en 10 voor jeugd. Vooraleer de enveloppe wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. En de indexering die is definitief van de baan. We kunnen zeggen, gelukkig dat we een lage inflatie hebben. De waardedaling van die sommen gaat niet snel gaan. Maar dat geldt evenzeer voor de afbetaling van uw hypothecaire lening, collega's. En soms hoort het anders wel. Enfin, het is niet veelbelovend, in ieder geval, die niet-indexering, als je de financiële situatie ook kent van lokale bestuur. Laat dat ook duidelijk zijn. Het is eigenlijk, sorry dat ik het zo zeg, een vorm van trek uw planbeleid met de belofte van meer lokale economie. Autonomie. Wat is het beeld dat domineert? U vult het maar zelf in. En het feit dat er geen enkele vorm van oormerking is, versterkt dat wantrouwen daarboven ook nog eens in de beeldvorming. Al moet ik daar eerlijk gezegd ook eens goed om lachen, als de gemiddelde inbreng van de Vlaamse gemeenschap, behalve sport, 20-30% bedraagt van wat gemeenten uitgeven, dan heeft de oormerking toch weinig zin. Hè? De gemeente moet al 70% besparen tegen dat aan het geoormerkte bedrag begint te besparen. Nee, dat is onrealistisch. Dat is eigenlijk ook onwenselijk. Dat is niet de oplossing. Wie dat bepleit, bedriegt eigenlijk zichzelf een beetje. Of droomt. Belangrijk is wat de Vlaamse overheid zelf wil doen. De vraag, wat wil die Vlaamse overheid doen? En we zien helaas dat die zichzelf aan de kant zet. Die wordt toeschouwer. Een geïnteresseerde toeschouwer. Dat lijkt me niet echt het geval, want mocht dat wel zo zijn, dan zou je verwachten dat de Vlaamse overheid een beleidskader maakt dat vooral innovatief wil zijn. En dat er toch echt iets aan de plaats wil komen. Geen stringente regelgeving, maar een optie, een richting, visie. Mag ik ook even wijzen, collega's, op de inconsistentie van de decentralisering. Waarom beperkt de Vlaamse overheid dit tot die sectoren? Waarom gebeurt dat niet voor pakweg lager en zeker voor details kunstonderwijs? Louter gemeente? Voor ouderenzorg? Voor algemeen welzijnswerk? Voor kinderopvang? Voor monumentenzorg? Vooral daar. Daar blijft een sturend Vlaams beleid. En het laatste is het meest markante, collega Meermans, want er is ook een N-VA-minister voor bevoegd, zelfs een minister-president, voor die monumentenzorg. Wel, daar blijft Vlaanderen sturend de lakens uitdelen. En hoor je geen woord over lokale autonomie. Behalve dat je een erkenning kan krijgen als erfgoedgemeente, maar daar staat dan wel geen euro tegenover. Enfin, je kan dat zelfs redeneren, die redenering over decentralisatie doortrekken naar de federale overheid. Ik doe het even voor de sport, bij wijze van spreken. Waarom nog sectorale subsidies voor politie en brandweer? Op welke intellectuele redenering is dat dan gebaseerd? Hij kan zo verder doorgaan. Ik wil u graag een pleidooi voeren voor veel meer lokale autonomie en een sterkere decentralisatie. En overigens mag ik ook eens zeggen dat Vlaanderen en veel andere sectoren nog veel sterker betuttelt dan in cultuur en jeugd. Gaan we eens de welzijnssector op de schop leggen, hè? En daar eens naar kijken hoe dat gaat. Pieter Peuter de regeltjes, aan onder den duur.
Laat ons eens nadenken over die consistentie. Collega's, ik weet niet als u het advies van de Raad van State gelezen hebt. Bij dat decreet. Dat moet je echt eens doen. Dat is een aanbeveling van mij. En dat is een lang advies. De moeite waard om te lezen. Ik sta bij stel bij één facet. En ze schrijft, ik citeer. En ze gaat over de bibliotheekverplichting. Artikel 9, eerste lid van het decreet van 6 juli 2012 betreft het lokaal cultuurbeleid bepaalt dat elke gemeente, alleen of in samenwerkingsverband van een of andere gemeente, een openbare bibliotheek moet organiseren. Luidens artikel 23. Eerste en tweede lid van de grondwet heeft ieder het recht om een menswaardig leven te leiden en waarborgen de wet, decreet of de ordonnantie rekening houdt met hun. Daartoe de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. De rechten omvatten onder meer het recht op culturele ontplooiing. Einde citaat. En vervolgens stelt de Raad van State zich de vraag of het wijzigingsdecreet dit principe op een ernstige manier teniet doet of niet. En het ging daarvoor te raden bij het grondwettelijk hof. Niet te geloven. Ondervraagd over de bestaanbaarheid van artikel 12 van dit ontwerp met de standstilverplichting in artikel 23 van de grondwet over die culturele ontplooiing. Heeft de gemachtigde van het grondwettelijk hof het volgende antwoord. De stellers van het ontwerp moeten kunnen aantonen dat er ondanks het voorgaande geen aanzienlijke vermindering is van het beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde wetgeving, zijnde artikel 9 van het decreet betreft het lokaal cultuurbeleid. Einde citaat. Einde citaat van het decreet, ik ga verder. Indien zij daar niet in slagen, zullen zij moeten kunnen aantonen dat die aanzienlijke vermindering wordt verantwoord door relevante redenen van algemeen belang. Het verdient aanbeveling om in dat geval de verantwoording op te nemen in de memorie van toelichting, zodat het Vlaams parlement er zich kan over uitspreken. Daarbij moet inzonderheid worden verantwoord waarom de verplichting om een bibliotheek te organiseren wordt afgeschaft, terwijl overige verplichtingen in de hoofden van de gemeente, zoals de verplichting om een jeugdraad, cultuurraad en een sportraad op te richten, behouden blijven. Einde citaat van uit het advies van de Raad van State. Dat is toch een relevante stellingname. En vandaag biedt de memorie bij dat decreet daar geen antwoord op. Volgende facet, collega's. Is er reden tot paniek? Levert dit decreet bedreigingen? Hè? De gevolgen die kunnen vrij groot zijn. Afbouw van personeel in die sectoren. Sluiten van jeugd- en culturele infrastructuur. Verminderen van subsidies aan verenigingen. Die overigens door de 3 decreten verplicht waren, als ik het even mag zeggen. Het lokale verenigingsleven moest telkens steun krijgen, enzovoort. Wel, zal dat gebeuren? Wel, het is her en daar in ieder geval al aan de gang. Niet drastisch, maar toch. Het is een traag proces dat zich onvermijdelijk zal doorzetten. Misschien ook omdat cultuur, jeugd en sport wat lager zakken op de politieke lokale prioriteitenladder. Als er 1 echt grote verdienste is toe te schrijven aan die 3 decreten, collega's, is het precies dat die drie sectoren politiek lokaal veel belangrijker gemaakt heeft. We krijgen een regressie, we krijgen achteruitgang. En de eerlijkheid gebiedt mij te stellen dat dat niet alleen het gevolg zal zijn van dit inkantelingsdecreet, het komt trouwens perfect op basis van de huidige decreten, maar van financiële problemen bij de lokale besturen. En dus beide zaken komen nu helaas samen. En mocht je conjunctuur gunstig evolueren, dan zullen veel problemen worden vermeden, in het andere geval daarentegen. Dus ik wil daar eerlijk over zijn. Bijzonder aandacht moeten we schenken aan de WMKJ's, de werkingen kansarme jongeren en kinderen. Die werkingen leunen nou aan bij het jeugdwelzijnswerk. Ze hanteren de methodiek van het jeugdwerk, maar eigenlijk hebben ze bredere maatschappelijke effecten. Misschien moeten collega's het stuk lezen van Pascal de Bruyne. Een reactie op wat Philippe de Rink in de Standaard schreef. En hij heeft daar een titeltje, Wiens brood men eet. En het is hij zegt dat het een ongeschreven wet is. Dat hoe dichter je op de ene subsidieverstrekker zit voor het jeugdwerk, nu al het lokale bestuur, hoe loyaler en voorzichtiger je opstelt om die ene bron van inkomsten niet te laten opdrogen. Op het lokale niveau is de afstand tussen middenveld en broodgeer quasi nihil, in ieder geval zeer kort. En dat zorgt ervoor dat de stem en de politieke positie van het jeugdwerk zijn verminderd en verzwakt in veel gevallen. Zo gaat dat. De disciplinering van bovenuit
samen in een zelfdiscipline, zorgen ervoor dat het middenveld en vooral op het lokale niveau door decentralisatie loyaler wordt en in een uitvoerende rol terecht kwam. Dat is een stelling van de Pascal de Bruyne. En die gaat door, en dat hij zegt dat omdat hij dan doorgaat op de positie van de WMKJ's, want daar wil ik het over hebben. En dat is een sector met drievoudige opdrachten, u kent het. Een aanbod voor kinderen en jongeren, werken op de brug van andere maatschappelijke instituties en domeinen zoals de werkstelling en onderwijs. En tenslotte signaal- en belangenbehartiger zijn naar instituten van de rechten van die mensen. Wel, de stap naar een conflictueus model, waar rechtstreekse macht uitgeoefend wordt, is snel gezet. Ik ga een citaat geven. Uitspraken als, je moet niet verwachten van autonomie te hebben als je 95% van de middelen van ons krijgt, zijn niet uit de lucht gegrepen. Ze schrijft in ieder geval Pascal de Bruyne en hij kan in grote mate ook bijtreden. Het heeft een spanningsveld met weinig bewegingsruimte. En vooral om die reden, collega's, en om de kwetsbaarheid van de doelgroep, denk ik dat het beter is dat die sector uit het verhaal blijft. Of toch deels uit het verhaal blijft. Die WMKJ's. Het is wenselijk dat de algemene aansturing op Vlaams niveau blijft, maar de operationele werking en de samenwerking met steden en gemeenten wordt gerealiseerd. Overigens, ik heb het al gezegd, daarnet laten we ook voorzichtig zijn met, over de positie van het lokale verenigingsleven, nu het cultuur en sport. Het moet in ieder geval zeer goed gemonitord worden. En tegelijk, collega Meermans, zien we dat gemeenten meer planlast opleggen aan lokale organisaties. Dat is ook zoiets. In de kunsten zie je daar een astronomische toename van notas, aparte notas, beheersovereenkomsten. Is dat zo interessant? Moeten we daar strakke kwaliteiten op eisen opleggen? Ik denk van niet. Ik kom bij het vertrouwen in de lokale besturen en hun capaciteit. Wel, ik wil mijn vertrouwen uitspreken in lokale besturen en nog sterker in de lokale democratie. Meneer Meermans heeft het over gehad. En ik hoop dat er lokaal voldoende gevoeligheid is bij het college van burgemeester en Scheveningen en dat de gemeenteraad haar rol van waakhond blijft spelen. En dat er dus een debat komt op die raad over beleidskeuzes op deze terreinen. En uit de toepassing van het decreet lokaal cultuurbeleid hebben we geleerd dat cultuur, zei het al, opklom op die politieke ladder. Wel, collega's, een beleidsveld waar geen politiek debat over is, dat is geen belangrijk beleidsveld. Dat was die les goed onthouden voor de toekomst. Wel, de tijd is dus gekomen voor decentralisatie, stelt de Vlaamse regering. Wel, ik herhaal het nog eens, ik denk dat de realiteit is dat het in vele jaren al gedecentraliseerd was. Maar vaak nu wordt het ook digitaal doorgezet. En wij zijn daar principieel voor. Op voorwaarde dat we beschikken over sterke lokale besturen, die de nodige financiële middelen hebben en die voldoende bestuurskracht en capaciteit hebben. En de steden hebben die capaciteit, maar veel kleinere gemeenten hebben die niet. Laten we dat ook maar eens zeggen. En van boven gelanceerd zonder veel democratische inspraak of consultatie, gaan een aantal dingen gepaard gaan met kwaliteitsverlies op het lokaal niveau in die gemeente. Het zal zorgen voor verschillen in dienstverleningsniveau tussen gemeenten en steden ook. En je ziet het maar, hè, weet je, de verschillende tarieven hanteren voor zwembaden bijvoorbeeld, is al een illustratie van die strijd die we kennen tussen gemeenten. Dus er moeten toch voldoende bestuurlijke randvoorwaarden ingevuld blijven. Er is dus nood aan grotere, sterkere gemeenten. Er is nood aan intergemeentelijke samenwerking. Zelfs aan stads- en streekgewesten zijn voorwaarden om dit verhaal een maximale kans van slagen te geven. Zeker nu we vaststellen dat ook de provincies uit dat verhaal worden weggehaald. Andere uitdaging, collega's. Wel, wat we een beetje ontberen in het debat tot vandaag is het debat over wat ik zou noemen het nieuwe middenveld. Die lokale werkingen die niet in de traditionele verzuilde structuren vaak zitten. Urban ontwikkelingen, allerlei. Wel, dat nieuwe middenveld moet een plaats krijgen. Die vallen ook heel vaak buiten klassieke cultuurraden en andere adviesraden. Zelfs buiten subsidies en regeltjes. En een aparte scope in het lokale culturele leven. Mag ik pleiten om daar aandacht voor te hebben, ook in het jeugdwerk. Mag ik ook pleiten om verkokering te doorbreken lokaal. Het is waar wat meneer De Rink zegt. Er was een grote verkokering tussen deelsectoren en ook zelfs binnensectoren. En ik geef toe dat het decreet lokaal cultuurbeleid dat niet helemaal heeft kunnen
remediëren. Dat was nogthans een centrale bedoeling ervan. Maar het is niet helemaal gelukt. Ik pleit ook voor een geïntegreerd beleid rond vrije tijd. Dat is een noodzaak en ik hoop dus dat we dat met dat decreet ook voor elkaar krijgen. En dan over innovatief impulsbeleid. En nu kom ik langzamerhand tot mijn slotadvies. Sorry dat het wel lang duurt, maar ik vind het wel heel erg belangrijk. Mag de Vlaamse overheid zich naar zich terugtrekken uit gevestigde instellingen, nietwaar? Dan geen innovatief impulsbeleid. Mag Vlaanderen niks meer doen op die terreinen? Wel, mag ik even aansluiten op wat de SARC hier ook voorstelt. We zouden eigenlijk van Vlaanderen een lange termijn visie moeten krijgen. Die verder dat gaat dan inspelen op opportuniteiten, op vormen van projecten en impulssubsidies, op het ondersteunen van visieontwikkeling, op het opbouwen en delen van kennis en know-how. Overleg met sectorale steunpunten, federaties, belangbehartigers, is nodig om hun opdrachten en initiatieven op die nieuwe ontwikkelingen te enteren. En denk aan bijvoorbeeld het voorstel van het FOV over de nieuwe deal, die een andere vorm van impulssubsidie is als illustratie. Mag ik ook pleiten voor een volwassen vorm van bestuurlijke co-productie. Van samenwerking om betere resultaten te bereiken. Dat gebeurt vandaag ook. Hè. Zoals kijk naar wat gebeurt in openbare werken, in milieuzorg of in de strijd tegen deradicalisering. Co-productie is geen uiting van wantrouwen in lokale besturen, maar van geloof in de meerwaarde juist van actieve samenwerking tussen bestuursniveaus. Hè. Er zijn zoveel mogelijke dingen. Hè. Zijn we af van de problematiek van de brandveiligheid van jeugdlokalen? Wat doen we met dat nieuwe middenveld? Wat doen we met de rechten van vrijwilligers? Met de semi-agorale arbeid, de vergoeding aan dirigenten of trainers in de sport? Wat doen we met participatie van kansengroepen? Etnische culturele diversiteit en dat culturele veld. De onevenwichtige spreiding van kunst en cultuur. De verhedendaagsing, als ik zo mag noemen, van de noodzakelijke van het bibliotheekwerk. De vernieuwing van het adviesmodel. Er is echt wel veel meer nodig dan een traditioneel adviesraad. Hè? De coördinatie van de lokale vrije tijdsbeleid. Veel uitdagingen en een nieuw denkmodel waar we voor staan, waar ik vind dat Vlaanderen ook een rol in sturende, controlerende ouderwetse rol moet spelen, maar een rol. En dus, mijn advies, mevrouw de voorzitter, is: draag de sectorale middelen over naar het gemeentefonds zonder 5% of 10% besparing. Be fair. 2. Indexeer die bedragen. 3. Behoud de werkingen van kansarme kinderen en jongeren, WMKJ's en eventueel andere kwetsbare werkingen op het Vlaamse niveau in een gedeeld ownership met gemeenten. Monitor degelijk de effecten van dit decreet en koppel die aan gegevens en rapportage in de Stadsmonitor. Ontwikkel een beter georganiseerde bovenlokale samenwerking, liefst op een stadsregionale schaal. En stimuleer intergemeentelijke samenwerking voor beheer van voorzieningen van bovenlokaal niveau. Zoals cultuurcentra A niveau nu, zoals de zwembaan. Volgende, maak een eenvoudig en beperkt kader voor innovatief Vlaams impulsbeleid. Maak een bibliotheekdecreet, zoals in Nederland, waarin wel wordt opgenomen waar een openbare bibliotheek dient aan beantwoorden, maar creëer daar geen handhavings- of controleinstrument op. Werk een actueel kader uit voor de lokaal jeugd- en cultuurbeleid, zei het al, inspirerend en richtinggevend voor lokale besturen. Niet dwingend. En dat is een opdracht die we aan de steunpunten zouden kunnen geven. En waar ook de monitor in dan zou kunnen geënt worden, waar kwalitatieve meetinstrumenten voor maakt voor goede monitoren. En tenslotte veranker de burgerparticipatie, maar zonder een model op te leggen. We moeten durven denken op andere vormen van burgerparticipatie dan de klassieke raad. Zijn dat geen voldoende elementen, collega's, om te pleiten voor een korte opschorting van de behandeling? Voor een bijstelling van de voorliggende tekst? Voor eerlijke financiële argumenten van de Vlaamse overheid en voor het uitwerken van alternatieven? Ik durf vragen om de behandeling 6 maanden op te schorten en een breed maatschappelijk debat te voeren. Advies te vragen aan adviesorganen enzovoort. En met hen na te denken, Vlaamse dan, over innovatief beleid, over die WMKJ's, etc. Zo'n lange periode is 6 maanden niet. En zeker daarna zal iedereen veel beter voorbereid zijn voor een nieuwe start. En collega Meeremans, het is geheel en al in lijn met het regeerakkoord. Dank u wel, collega Caron. Collega Van Eetvelde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een heel kleine toevoeging op vlak van jeugd om ook als voorbeeld misschien te hanteren in verband met de brandveiligheid bij jongeren, dus bij jeugdlokalen. Ik denk dat een lokaal bestuur toch wel het best geplaatst is om zijn jeugdlokalen in kaart te brengen. En op een antwoord van een schriftelijke vraag van de minister heeft hij daar ook gezegd en bevestigd. Dus dat de expertise die Vlaanderen daarin heeft altijd ter beschikking kan gesteld worden. En allee, dat was voor mij eigenlijk zo'n voorbeeld op vlak van jeugd. Wat men met dat nieuwe beleid zou kunnen doen. Dus ik wil dat eigenlijk gewoon aanhalen. Om de lijnen van die mijn collega Meermans heeft uitgezet toch nog eens te ondersteunen. Collega Idrissi. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, we hebben de hoorzitting vorige week gehad. Ook wij betreuren het dat Hart boven Hart niet mee aan tafel mocht zitten en niet gehoord mocht worden. Ik ga mijn advies dat ik op het einde ga geven, baseren op de wat ik gehoord heb vorige week. Ik ga niet zo ten gronde zoals collega Bart Caron gedaan heeft, maar dat hoeft ook niet, want we hebben de bespreking nu dinsdag in de commissie Binnenlandse Zaken. Vertrouwen en verbinden, dat is waar collega Marius Meereman over begon en wij verwees naar het regeerakkoord. Maar vertrouwen en wie vertrouwen en wie verbinden? U verwees vooral naar de lokale besturen, dat die moeten vertrouwd worden. En in een democratie uiteraard vertrouw je lokale besturen, anders zouden ze niet democratisch zijn. Dan zou je twijfelen aan hun democratische legitimiteit. En ik denk dat één ieder in dit land dat wel doet. Maar je moet ook vertrouwen en verbinden. En wat ik in de samenleving, in dat sociale weefsel, en wat ik hier vorige week gehoord heb, is dat er heel wat vragen zijn rond dat verbindende element dat nu dreigt weg te gaan. En ik heb een hele resum vragen en bedenkingen genoteerd. Ik ga die zelfs geven. Maar dat verbindende, dat gaat eigenlijk ook over welk samenlevingsmodel wil je? Welke samenleving wil je? En ik heb daar juist een aantal woorden genoteerd die mij echt frappeerden op een gegeven moment. Vooral ook omdat je ziet dat binnen deze regering eigenlijk die terminologie heel vaak naar voren komt. En dat is eigenlijk een management terminologie. Ik heb er juist gehoord upgraden, coachende overheid, incentives, impulsen. Eigenlijk zijn dat managementtermen. En ik denk zelfs onbewust, hè. En ik hoop dat het onbewust is. Maar je merkt dat je eigenlijk in een managementlogica zit om de samenleving te beheren. Ik merk dat ook bijvoorbeeld bij minister Gats in andere verhalen, bijvoorbeeld over de Brusselse, maar dat is een ander verhaal in de Brusselse media, ziet hij ook constant te schemeren met consultants en CEO's. En terwijl politiek over meer moet gaan dan alleen maar moet managen. Politiek moet ook gaan, en daar treed ik zelfs het regeerakkoord bij, over dat verbinden. Over dat sociale weefsel, over dat vertrouwen. Maar dat vertrouwen van iedereen, niet alleen in overheidsinstellingen of in gemeenten, maar ook in dat lokale middenveld, ook in de mensen. Hè. Dus dat gaat veel ruimer dan dat. En u zegt, ja, er moet vertrouwd worden dat die middelen. En ik moet eerlijk zeggen, daar treedt die collega Corinne Caron niet bij, wanneer hij zegt, maar dat, we moeten vertrouwen dat de middelen die naar de inkanteling. Hè, en laat ons wel wezen, wij zijn niet tegen die inkanteling. Hè. Wij hebben nooit gezegd dat wij tegen die inkanteling zijn. Hè. Het gaat er alleen om, want allee, vaak wordt die discussie ook
eigenlijk langs alle kanten gevoerd, maar het gaat niet voor of tegen de inkantelingen. Het gaat over wat ga je met die middelen doen? Waar Vlaanderen, een impulsbeleid, hè, waar Vlaanderen... en ja, dat bedrag is veel, 130 miljoen. Maar als je dan gaat kijken op de hele begroting, dan is dat natuurlijk niet veel. En het gaat niet om... het gaat dat met dat geld heel specifieke impulsen worden gegeven. Namelijk rond cultuur, rond jeugd, rond sport. En dat je vandaag de dag door... die middelen niet voor te gaan behouden voor die beleidsdomeinen, dat je dat dreigt kwijt te spelen. En dat dreig je kwijt te spelen op verschillende manieren. Want uiteraard, en gelijk welke schepen van gelijk welke kleur, ik zie dat bij een CD&V schepen van cultuur of sport gebeuren, bij een N-VA schepen van sport en cultuur, bij een Groen schepen, bij een SPA schepen. Het gaat zelfs niet om een... Maar op het moment dat je de middelen, dat je de begroting gaat opmaken in je lokale bestuur, dan kom je onder druk te staan. Omdat het gewoon, als je dat gaat, prioriteiten. Er zijn altijd veel meer prioriteiten dan cultuur, dan sport. En ga dan maar zeggen aan je lokale schepen, of laat die lokale schepen dan maar opboksen. Hij haalt het niet, ongeacht welke kleur. En dat is wat je, als je, als je een beleid wil voeren en als je die beleidsdomeinen zo belangrijk vindt. En daarom betreur ik het ook. Ik betreur dat echt fundamenteel ten gronde. Dat de minister van Cultuur niet voor die beleidsdomeinen gaat, maar zich eigenlijk profileert als de minister van Gemeentezaken. Want dat is eigenlijk, die bezorgdheid zou ons allemaal moeten bekommeren, ongeacht welke kleur. Want het gaat, misschien zal de eerste schepen die over stag gaat een SPA'er zijn. Of een N-VA'er. Of ik weet niet wie. He, dus het gaat, dat weet je niet. Maar het gevaar bestaat. Het gevaar bestaat dat je die middelen, dat je die aan, dat je de keuze gaat maken om ze in bakstenen of in rioleringen te investeren. En overdrijf ik? Ik denk het niet. Het is een terechte bezorgdheid die wij van in het begin hebben willen meegeven. Wij zijn niet tegen de inkanteling. Wij zijn wel bezorgd ten gronde over die middelen die naar jeugd, cultuur en sport, dat die niet aangewend gaan worden voor die... En dat het bijzonder moeilijk is voor een lokale mandataris om die middelen niet om die hefboom niet te kunnen gebruiken, om die stok niet te kunnen gebruiken, dat ze sowieso voor cultuur, jeugd en sport... Langs de andere kant is het ook... Geeft de minister van Cultuur hier ook zijn stok, zijn hefboom uit handen. Hij geeft ze uit handen en... Gelijk welke minister van Cultuur die een beleid wil mee kunnen aansturen, ook al is er die decentralisatie en ook al is er en die dat innoverende beleid mee wil gaan blijven vormgeven, ja, die zorgt ervoor dat je dat mee een zeiltje in het oog kan houden. En dat je, als het moet, een tik kan uitdelen en zeggen van... Die middelen zijn voor cultuur bestemd en zullen daar ook voor gebruikt worden. Wat je er ook dan mee doet, hè. Hij moet niet gaan zeggen voor wat, maar hij moet wel een beetje de waakhond spelen dat die middelen daarvoor gebruikt worden. En dat wordt vandaag de dag allemaal uit handen gegeven. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat heel eerlijk gezegd niet. Het is geen fundamentele discussie over al dan niet voor of tegen de inkanteling. Het is eigenlijk begot, en collega Caron heeft het ook gezegd, het gaat om heel kleine bedragjes, hè, dat je die mechanismen die ervoor maken dat je dat beleid mee gaat kunnen, dat je ervoor gaat zorgen dat voor cultuur, jeugd en sport die impulsen die er vroeger gegeven worden, dat die ook daar blijven. En dat zie ik vandaag helemaal verdwijnen. Het FOV. En ik ga ze eigenlijk gewoon op een rijtje. Ik ga de bedenkingen en de bezorgdheden, zoals dat ik ze heb binnengekregen vorige week, gewoon
opsommen. Wil Vlaanderen en die eigenlijk ook beantwoorden aan het gezond verstand logica. Wil Vlaanderen nog een impact hebben op het lokaal beleid als het gaat om kunst en cultuur, maar ook informatie, educatie, ontspanning, ontmoeting? Zullen participatie-initiatieven in de toekomst nog duurzaam zijn? Gaan we niet nog meer regeldrift creëren, want voorwaarden voor ondersteunen lopen en op capaciteit neemt af? Wat met de landelijke en regionale expertise, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligers? Zal autonomie er niet voor zorgen dat men de eigen inwoners favoriseert en het bredere plaatje uit het oog verliest? VVC heeft zorgen over de gelaagde diversiteit in ondersteuning en cultuurprogrammatie. Zullen er minder risico's genomen worden? Vraagteken. Wat met kunstproducties die gemaakt worden met Vlaams geld in hoofden van het kunstendecreet? Vraagteken. Geldt ook voor de collecties van bibliotheken? Vraagteken. Investeringen in participatie en educatie zullen onder druk staan. Het is mogelijk dat er minder tijd zal zijn om samen te werken met het lokale verenigingsleven. Er is nood aan een inhoudelijk debat. Er is nood aan deskundige begeleiding, instrumenten en financiële impulsen voor de realisatie van deze inkanteling. De VVBAD, interbibliothecair leenverkeer, komt nu al in het gedrang. In Antwerpen, wie zal de coördinerende rol opnemen? Wat met de collectie- en werkingsbudgetten? Die komen onder druk te staan. Wat met innovatie? Die komt onder druk te staan. Wat met het personeel dat op pensioen gaat en niet vervangen wordt? Wie zal er voor vernieuwing zorgen? Wordt de kar hier niet voor het paard gespannen? Monitoring draait niet alleen om een alarmbel, het is ook een leerwijze om te zien hoe een sector evolueert. De jeugdraad. Er is geen advies gevraagd om dit decreet. Decreet is eigenlijk zeer pijnlijk. Op Vlaams niveau blijft men pleiten voor bepaalde prioritaire aandachtspunten. Maar het instrument daarvoor, lokaal jeugdbeleid, verdwijnt net. Hier is er een kader nodig. Het is door de Vlaamse aandacht dat de lokale aandacht groeit. Niet-oormerking maakt jeugdwerk kwetsbaar. En doordat de middelen gebetoneerd worden, zal de sector niet meer kunnen inspelen op de noden die ontstaan door de veranderende bevolkingsspiegel. Opnieuw die vraag om monitoring. Kinderrechtencommissariaat. In Denemarken is door decentralisatie het jeugdbeleid versnipperd. De centrale overheid kan niet meer zien hoe het met de jeugd gesteld is. Er dreigt onduidelijkheid te komen over de aanspreekpunten. Er is risico op uitblijven rechtsgelijkheid, de toegankelijkheid tot bepaalde maatschappelijke voorzieningen, kan op sommige plaatsen belemmerd worden. Hoe zal de ondersteuning en uitwisseling gebeuren? Hoe zullen gemeenten in dit proces begeleid worden? Participatie dreigt te verminderen. En dan als laatste, het Vlaams kader is ontzettend belangrijk. En Vlaanderen was altijd al een voorbeeld. Wat heb ik hieruit geleerd? Dat er nog veel vragen zijn. Dat eigenlijk al die organisaties die zijn komen spreken, eigenlijk heel constructief waren, van goede wil. Ik heb zelf gezegd, moest ik daar gezeten hebben, ik zou veel straffer uit de hoek gekomen zijn. Maar ze waren van goede wil en ze hebben het niet afgeschoten. Ze hebben gewoon hun bezorgdheden en hun vragen, die terechte vragen die er zijn, aan ons overgemaakt. En dan als afronding was er professor Drink, die eigenlijk op het einde misschien nog het meest cynische heeft gezegd. Het decreet rammelt aan alle kanten. Je hebt het gevoel dat het heel, heel snel in elkaar is geflanst. Heeft hij het net niet een fluitdecreet genoemd. Niet omwille van de inhoud, maar omwille van de, eigenlijk gewoon het puur logistieke, hoe dat het in elkaar
geflanst is. En dan denk ik, ook al ben ik dan denk ik, als we echt luisteren naar die mensen die, en als we echt ons serieus nemen, wat dat iedereen, hè, zelfs professor de Inkluis, gezegd hebben, dan denk ik dat je alleen maar kan concluderen dat je, en dat zal ook ons advies zijn, 1. Dat decreet is niet klaar om eigenlijk al besproken te worden. Er zijn nog veel te veel vragen en geen antwoorden. En daarom pleiten wij ook voor een uitstel. 2. Zorg ervoor. En dat is een oproep aan de bevoegde vakministers, maar ik heb niet het gevoel dat zij binnen die regering daarvoor aan het vechten zijn. Zorg ervoor, als uw beleidsdomein, als dat u ter harte gaat, zorg ervoor dat dat geoormerkt wordt. Of noem het bij God met een andere naam. Zorg ervoor dat die middelen gegarandeerd worden. Dat je op zijn minst kunt zeggen van, of kunt kijken van, oké, dit klopt niet. We gaan dat hierbij sturen. En dan als laatste, zorg ervoor dat je een monitoringssysteem op poten zet, zodanig dat je heel snel kan ingrijpen en dat je niet eerst een paar jaren gaat wachten als het kalf al verdronken is en dat je daarna moet gaan remediëren. En dat is ook ons advies, dat drieledig is. Oormerken, uitstel, monitoren. Ik dank u. Dank u wel, collega. Tot slot zal ik, en ik zal proberen kort te zijn, namens mijn fractie ook nog een aantal elementen meegeven die wij hebben onthouden uit de hoorzitting van vorige week. Eerst en vooral denk ik dat het heel belangrijk was dat we deze hoorzitting hebben kunnen houden, omdat het toch belangrijk was om te kunnen luisteren naar die bekommernissen die er inderdaad leven, die bekommernissen die leven bij het middenveld, want het zijn zij, samen met de Vlaamse overheid, de lokale overheden, die samen het cultuur-, jeugd- en sportbeleid eigenlijk vormgeven en maken. Verschillende collega's en ook vorige week, professor De Rink heeft het ook aangegeven van deze decreten hebben een hele lange geschiedenis doorlopen. En we zien daar een heel duidelijke evolutie ook wel in. En dus de stappen die we nu zetten zijn dan ook een logische, zijn dan ook een hele logische stap. En ik denk ook dat we deze stap ook maar kunnen zetten, omdat we net dankzij de decreten en de evoluties van de afgelopen jaren op dit moment cultuur, jeugd en sportbeleid zo sterk lokaal verankerd zijn. En ik zou eigenlijk 4 elementen willen aangeven. En het eerste is net, en dat sluit daarbij aan, het geloof dat wij als CD&V-fractie hebben in de lokale besturen. En ik denk dat op zich hier in deze commissie iedereen dat ook wel heeft gezegd. Maar ik vind ook als we dat zeggen, ja, dat we ook daaraan alle kansen moeten geven. En dat we dan ook die subsidiariteit alle kansen verder moeten geven. Wat natuurlijk niet wegneemt dat die ongerustheid, dat we daar veel begrip ook wel voor hebben. En die bekommernissen die er zijn, die gaan over hoe gaan we inderdaad die participatie in de toekomst kunnen verankeren en vormgeven. En de participatie die we vandaag kennen zal niet de participatie zijn en hopelijk ook niet zoals dat we die vandaag kennen. Dat zal moeten evolueren. En ook collega Caron heeft daar inderdaad naar verwezen. Ik denk dat we inderdaad... een ander element dat ik zou willen meegeven, dat wij heel duidelijk onthouden. En ook dat is niet nieuw. Hè. We hebben dat ook al bij eerdere besprekingen gezegd, maar kwam ook tijdens de hoorzitting vorige week zeer duidelijk aan bod dat we aan monitoring moeten doen. Maar niet alleen aan een
kwantitatieve monitoring, maar zeker ook aan een kwalitatieve monitoring. Omdat we op die manier enerzijds de vinger aan de pols kunnen houden, maar ook omdat we die kennis dan kunnen gebruiken in verdere ondersteuning van de lokale besturen. De gemeentebesturen zelf zullen dan ook over meer en betere gegevens kunnen beschikken om hun eigen lokaal beleid vorm te geven. Want elk lokaal bestuur heeft zijn eigenheden, zijn eigen noden. De bevolking heeft zijn eigen noden waarop dat ingespeeld moet kunnen worden. Een derde element waar dat we in de toekomst verder vorm aan moeten kunnen geven, is de nood aan een flankerend ondersteunings- en stimuleringsbeleid. En ook dat is helemaal niets nieuw. Ik denk dat we bij de bespreking van de beleidsnota's, ikzelf en mijn collega's uit mijn fractie, er veelvuldig op hebben aangedrongen dat er een Vlaams ondersteunings- en stimuleringsbeleid ontwikkeld kan worden. En dat kan op heel veel manieren ook wel gebeuren. Ik denk dat we daar ook onze tijd voor moeten nemen. En ook dat zal, net zoals de afgelopen decennia, ook in de toekomst verder evolueren. Dus om dan alles in strakke regeltjes te gaan gieten en in een strak carcan, hè? Nee. Denk ik dat dat niet goed is. We moeten inderdaad van die regeldrift af. Hè? En collega Caron, ik ondersteun u daarin. In uw vraag die u ook gesteld hebt van we moeten opletten wat er ook op het lokale niveau gebeurt. Hè? Laat ons wat we nu doen op Vlaams niveau ook verder proberen door te trekken op lokaal niveau. En dat gaat dan inderdaad over de ontwikkeling van nieuw beleid. Dat gaat over het vrijwilligersbeleid. Hè? Ook, zoals jullie weten, één van mij en dat is maar ook van een aantal collega's hier nog steeds aanwezig. Dat geven we niet uit handen. Hè? Dat is heel duidelijk. Hè? Er blijft nog heel veel mogelijkheden om op Vlaams niveau verder beleid te gaan maken, die goede voorbeelden te geven en die impulsen te geven. Interregionale of intergemeentelijke samenwerking liever. Het is al veelvuldig aangehaald. Ik denk dat we daar heel goed over moeten nadenken welke hefbomen dat daar zijn, welk kader dat we inderdaad gaan kunnen aanreiken. En dat moet vooral ook een heel flexibel kader zijn. En tot slot zou ik nog bijzondere aandacht willen vragen voor de werkingen met kansarme jongeren. Ik denk dat we daar, het is een zeer kwetsbare doelgroep, die ook door de afgelopen jaren heen van het ene niveau naar het andere niveau wel wat is verhuisd. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is dat we daar moeten zien of dat een apart kader daarvoor niet noodzakelijk is. Enerzijds en anderzijds denk ik ook dat we moeten kijken naar de middelen die inderdaad nu toegevoegd worden aan het gemeentefonds met de bekende parameters. Of dat die, wanneer dat het gaat over het jeugdbeleid en dan specifiek naar die kansengroepen toe, of dat we daar toch niet moeten zien of dat de parameters van vandaag ook nog de parameters in de toekomst zullen zijn. En dat er daar waarschijnlijk in de toekomst aparte criteria nog eens voor moeten opgesteld worden. Want op dit moment weten we dat een deel van de middelen van het jeugdbeleid toegekend zijn aan een aantal gemeentes op basis van tijdelijke criteria. Tijdelijke criteria, wat heel duidelijk is, daar waar dat de nood het hoogst was. Aan die gemeenten waar dat de grootste groepen kansarme jongeren waren, die kregen extra middelen, zeer terecht. Maar dat zijn tijdelijke criteria. Hè? En dus we moeten daar dan ook zien dat we de evoluties kunnen blijven volgen en ook na 2016 die gemeenten, die lokale besturen die extra noden hebben, ook wel over de juiste middelen zouden kunnen beschikken. Dat zijn twee heel concrete elementen waar dat ik denk dat we bijzondere aandacht voor zullen moeten hebben. En ook dat punt is niet nieuw. Dat heeft mijn collega Tine Rombouts ook al eerder aangehaald. Dus tot slot, collega's, ik denk dat datgene dat we hier nu voorstellen
een hele logische evolutie is. Maar dit is geen eindpunt. Hè. Hier begint opnieuw een nieuw verhaal. En de debatten die we hier al over gevoerd hebben, zullen we ongetwijfeld de komende jaren ook nog wel verder zetten. En ik denk dat dat heel belangrijk is, zowel hier als in die lokale besturen, om cultuur, jeugd, sportbeleid op die agenda te zetten. Want uiteindelijk is het ook altijd wel een beetje het zout op de aardappelen. Allee, datgene dat onze samenleving wel levend maakt. En laat ons het debat van hier dan doortrekken naar die lokale besturen. Kers op de taart is een betere... Of kers op de taart. Zoals u wil. Sorry, voorzitter. Ik zou een kleine toegeving willen doen dat we toch af en toe eens moeten denken ook dat er op federaal gebied wel acties worden ondernomen voor de ondersteuning. Ik zal u een voorbeeld geven. Minister Wouters heeft een studie laten maken wat betreft een semi-agrale arbeidsstatuut. Indien dat alle partijen dat willen meestemmen, dat wil zeggen dat men de grijze zone tussen vrijwilliger en professionalisme wegneemt. Ik weet niet dat u op de hoogte bent van het systeem. Dus dan betaalt u als sportvereniging een sportleraar al 3000 euro per jaar. Hij mag 420 uren arbeid doen. En u betaalt maar in uw vereniging 3930 euro. De rest is allemaal netto voor hem. En het tegendeel van het andere systeem zou het 9800 geweest zijn. Ik wil maar zeggen, dat zijn ook artikelen die we moeten meenemen naar besparingen toe. En die flankerende maatregelen zijn. Het andere maatregel bijvoorbeeld dat al gestemd is per 1 januari 2016. Elke vereniging onder de 25.000 euro betaalt geen btw meer. Ah, betaalt nog wel btw, maar is niet verplicht meer van btw aangifte te doen. Dat zijn ook flankerende maatregelen die we toch ook ergens mee moeten nemen, denk ik. Dank u. Ik denk dat dat inderdaad helemaal klopt. Hè. Het flankerend beleid bestaat uit heel veel elementen. En we moeten inderdaad zien hoe dat we dat rijke verenigingsleven en het middenveld ook wel verder alle kansen kunnen geven. Welke impulsen dat daaraan gegeven kunnen worden. En de middelen van het verleden zijn nooit de middelen van de toekomst. En we moeten daar ook voldoende creatief en innovatief in willen zijn. Ik denk dat een aantal collega's ook die oproep al eerder hadden gedaan. Dank u wel. Ik zie niemand meer die nog een toevoeging wil doen. Dan denk ik dat we hier bij onze beraadslaging van deze voormiddag kunnen afronden. En zal onze secretaris hiermee verder aan de slag gaan. Ja.